Zo, welkom in de podcast. Ja, superleuk om met jou in gesprek te gaan. Ja, ik heb hier best wel naar uitgekeken, want uh, coachen is een onderwerp waar we het al veel over hebben gehad in, het, uh, in de podcast, maar nog niet expliciet hebben belicht. Oké. Okay. En jij bent bezig met een drieluik. Ja. En uh, dat heet coachen 3.0. Klopt. Het klinkt, ook, het klinkt ook wel meteen ook wel, wel vrij hip ook, toch? Coachen 3.0. Ja. Waarom heet het punt 3.0? Um, nou, het is wel een beetje uitdagend bedoeld. Uh, het is een drie-luik, hè? dus ik, ik beschrijf drie uh, coachmethoden waar uh, wetenschappelijk bewijs voor is dat ze echt werken. En als je verder gaat kijken, dan, dan kun je zien dat binnen die, die coachmethode, ik zal ze even noemen trouwens, motiverende gespreksvoering is mm -hmm. één. Twee is oplossingsgericht coachen. En drie is coachen met acceptance en commitment therapy. Um, voor alle drie is, is dus wetenschappelijk bewijs dat ze echt werken. Maar binnen. Motiverende gespreksvorming heb je uh, nu de derde editie bijvoorbeeld uit. Dat is echt het, ja, uh, de 3,0-versie van die methode, zou je ja. kunnen zeggen. En binnen die andere twee methodes kun je ook wel zo'n getal drie vinden. Uh, dus zo kwam ik op. Ja. Uh, ooit wilde ik, ze, wilde ik één boek schrijven over die drie methoden, maar dat zou een heel dik boek uh, zijn geworden. <laughs> en toen zei mijn uitgever: man, dat moet je niet doen. Je moet gewoon drie lekker leesbare, niet al te dikke boeken schrijven. Mensen lezen niet meer van die hele dikke boeken. Mm -hmm. en ik dacht: hey, goed punt. Dus ik ben maar gewoon begonnen. En nou, inmiddels uh, liggen daar twee. Uh... Er liggen hier twee boeken voor ons. Ja. Nou, en het, en het zijn hele mooie boeken. Mooi vormgeven, mooi busgeven. Uh, ik heb het genoeg gehad bij de tweede boekpresentatie uh, erbij te zijn. Ja. En, en, en daarna uh, beide boeken mee naar huis te nemen. En het is uh, ondanks dat, dat uh, jouw uitgever zei. Nou, ze houden niet meer van hele dikke boeken. Is het wel zijn nu de methodieken heel uitvoerig beschreven. Ja, ja, dat is relatief. Want als je naar die boeken gaat kijken, dan. Uh, van die methodes bestaan er ook bijbels. Oh, ja? door de grondleggers zijn ja. geschreven en dan vertaald uit het Engels vaak. Dat zijn pas dikke boeken. Dan mm. weer, die zijn gewoon dubbel zo dik. En dan is het een instapper in ja, vergelijking met een, een, een instapper. Dat. Ja, ja. En zo wordt het ook wel ervaren door mensen. Dus, dus die missie lijkt ik geslaagd te zijn. Hé, hey, en ik hoor jou zeggen: je hebt deze drie uh, methodieken gekozen omdat ze het bewezen effect hebben, hebben bewezen. Ja. En jouw bedrijf heet Het Bewezen Effect. Klopt. Waarom vind je dat belangrijk? Um, nou ja, ik ben ook wetenschappelijk opgeleid. Dus, dus ik, ik uh, hecht wel waarde aan, aan onderzoek. Uh, met name omdat... Weet je, het is heel makkelijk om, om bijvoorbeeld heel hard te roepen... Ja, mijn coachmethode die ik zelf heb bedacht... is de beste die er is. Of die werkt echt, want ik heb het zien gebeuren voor mijn ogen. Ik denk, ja, dat kan. Misschien ben je heel effectief, kan. Maar dat is niet hetzelfde als een hele wetenschappelijke community... die met z'n allen meer dan duizend uh, randomized controlled trials heeft gedaan... om mm -hmm. te kijken of iets ook echt werkt. Yeah. Dat is wel, hebben we het wel over een andere orde van het werkt echt. En het mooie is, die, die, die kennis is er. Het is goed te leren. Uh, in, een, in een paar dagen kun je zo'n zo methode in de basis je eigen maken. Oké, okay, daarna moet je nog wel wat vlieguren maken, maar nou ja, hoe erg is dat... Um, en waarom zouden we die kennis laten liggen als die gewoon beschikbaar is? Yeah. En, en het, het, het lastig is dat, uh, als je die methodes leert kennen, dan ga je ook zien dat er heel veel dingen gebeuren die ermee in strijd zijn, maar die iedereen met zijn gezonde verstand wel doet. En die zelfs weten we niet werken, of erger nog, soms averechts werken. En dan denk ik, nou, je hebt wel ook een verantwoordelijkheid als coach, sowieso, mm -hmm. maar ook als organisatie die coaching inzet of inkoopt. Uh, ja, doe dan dingen waarvan we weten dat ze werken. Ja, ja en nu, nu sla je een spijker op zijn kop. Denk ik, als we ook kijken naar de wildgroei aan coaches in, ja. in Nederland. Jouw eerste zin uit jouw eerste boek is: De ene helft van Nederland coacht de andere helft van Nederland. Ja. Misschien dat een kijker bekend is met, een, uh, met het tv-programma Rambam, die een uitzending maakte, heel Holland coacht, hmm. wat ook inging op, op die wildgroei. Um, en en, en waar, waar, komt, waar komt dat vandaan? Dus waarom is coachen nu zo super populair en waarom noemt iedereen zichzelf ineens een coach? Ja, ja een mooie vraag. Daar denk ik ook wel vaak over na. Ik denk dat het uh, best wel cool is om op een verjaardagsfeestje, als iemand vraagt wat doe je eigenlijk, om te zeggen: Nou, ik ben coach. Ik denk dat dat wel, daar kun je best wel mee voor de dag komen. Uh, ik denk ook dat er heel veel mensen zijn die. Uh, ja, zoals wij allemaal problemen tegenkomen in ons leven. Hè? Uh, die mensen die misschien een burn-out hebben uh, overleefd. Daar goed uit zijn gekomen. Of een depressie. Of uh, een scheiding. Of uh, nou, alle lastige dingen die een mens kan overkomen. En dan, dat daar, daar, daarna een soort verlangen ontstaat van... Oh, wauw. Nu, nu weet ik hoe het werkt. En nu ga ik andere mensen helpen. Ja. Het lastige daaraan is alleen dat wat voor jou heeft gewerkt... hoeft niet voor een ander te werken. Hmm. En we denken vaak: oh je moet eerst zelf iets hebben meegemaakt om een ander daarmee te kunnen helpen. Ja. Dat blijkt niet zo te zijn. Okay. En gelukkig maar, want anders zou je alleen maar mensen kunnen helpen die dat precies dat hebben meegemaakt. Die ook een trauma te verwerken ja, hebben gehad. Of alcoholverslaafd zijn geweest, of in de gevangenis hebben gezeten. of een depressie hebben gehad. Snap je? Uh, gelukkig is dat niet nodig. Ja. Uh, ik zeg niet dat het geen waarde heeft. Hè? Ervaringsdeskundigheid. Heeft zeker waarde. En, en ik geloof ook wel in de kracht van contact. Ja, in ieder geval in de verbinding met een cliënt, ja. patiënt, et cetera. Ja. ja. Maar we weten dat, dat, dat uh, in coaching soms andere dingen nodig zijn... dan iemand die zegt, oh, dat ken ik. Dat heb ik ook meegemaakt. En voor mij heeft dit en dit gewerkt. Ja. Uh, en ja, daar vertel ik graag over. Ja. <laughs> dat en, dat, dan is. en dan gaan we ook... We gaan die drie uh, methodieken... Uh, waar je dus ook drie boeken over schrijft. Uh, die gaan we verder verkennen. Ja. Uh, voordat we echt in die drie methodieken induiken. Kan ik me ook voorstellen dat het fijn is om, uh, om jou iets beter te leren kennen. Uh, jouw drijfveren te weten. Ook waarom en hoe je bij deze methodieken uit bent gekomen. En dan gaan we daarna komen. vandaan willen we weer terug op, op het coachen. Prima. Um, dus, dus voor de mensen die jou nog niet kennen. Waar, waar is jouw fascinatie ontstaan uh, over het onderwerp coachen? Um... Ik denk toch wel tijdens het reclasseringswerk, wat ik 15 jaar heb gedaan. Uh, ik heb ook andere banen gehad na mijn afstuderen, maar dat is toch wel de baan die ik het, uh, het interessantst vond. Want wat, wat heb je gestudeerd? Algemene sociale wetenschappen, uh -huh. dat is vrij breed. Uh -huh. is psychologie, sociologie, culturele antropologie. Uh, Afgestudeerd op uh, etnisch ondernemerschap. Oké. Okay. Dus van West-Afrikanen in Nederland. Hoe, uh, hoe, hoe krijg je die het voor elkaar bedrijfjes uit de grond te stampen terwijl ze nauwelijks Nederlands spreken? Dat is eigenlijk heel knap. Uh, dus ik vond dat interessant. En ik maakte toen veel muziek, dus ik kende er een aantal. En, uh, maar goed, het, het is, ja, die studie ben ik gaan doen vanuit interesse in de mens. En uh, nou, daarna verschillende banen gehad, uh, die altijd wel te maken hadden met reïntegratie op de een of andere manier. Van langdurig werkzoekende randgroep jongeren, vluchtelingen. Uh, ik zoek altijd wel een beetje exotische doelgroepen op. Okay. Wel, mensen ja, die, die zich een beetje aan de randen van de samenleving bevinden, die vind ik interessant. Nou ook van. Want? Ja, die hebben, die hebben zulke bijzondere verhalen die hebben vaak een hoop tegenslagen ook te ja. verwerken gehad. Ja. Uh, en, en misschien een heel egoïstische reden, is dat ik vind ze spannend. Ik vind ze interessant. Hmm. Ik weet nog dat ik met de trein uh, vaak langs de Belmabias reed naar een oom, een hele geliefde oom. En dan ging ik bijna staan om over die muur van de Belmabias te kunnen kijken. <laughs> ik wilde gewoon zien, het was toen 16 of zo. Ik wilde gewoon zien wat, wat gebeurt daar, hoe is dat daar achter die, die muur? Ja, en, en uh, dus toen ontstond een soort fascinatie voor mensen die, ja, die dus weet je, dingen hebben gedaan die tegen de wet zijn en die in de gevangenis zijn beland en daarna hun leven weer moeten opbouwen. Dus het kon eigenlijk niet anders of ik zou een keer in het recrasseringsveld belanden. Exact. Ja, dat was rond 2001 bij de recrassing van het Legerhuis Hels, Oké. Okay. Dus uh, die, die, die organisatie kenmerkt zich ook doordat daar veel psychiatrie komt. Mensen die vanuit dakloosheid uh, met justitie in aanraking komen. Um, en wat heel fijn was, was dat een organisatie is waar de klant echt voorop staat. En waar wij ook veel vrijheid kregen om te experimenteren. En ik weet nog dat ik enorm gedreven was om die uh, jongvolwassenen uh, echt te helpen. Uh, maar ik weet ook dat ik niet zo heel tevreden was met de huismethode van die tijd. Die was voor mijn gevoel een beetje gedateerd. Dus ik ging zelf op zoek. Ja. En ik, ik werd er ook al in gesteund. Dus ik mocht een NLP-opleiding gaan doen bij het IEP. Waar jij volgens mij ook nog ja. een en ander hebt gestudeerd. Uh, die bracht me al heel veel. Dat was in 2001. Daarna ben ik provocatief coach gaan doen. Uh, en, en het leuke was, ik heb alles wat ik leerde, probeerde ik de volgende dag al uit. Het was dus een hele rijke leerschool. Maar op een gegeven moment ontdekte ik ook wel van, oké, okay, er is ook kennis. Waarvan we gewoon. Zeker weten dat het werkt, omdat onderzoek na onderzoek dat heeft aangetoond. En de eerste daarvan was motiverende gespreksvoering. En die was ook in opkomst in het reclassingsveld. Dus die. Uh, uh, ja, we werden ook geacht om, om die ons eigen te maken. Nou, ik deed dat met veel plezier. Ja, want wat, wat deed jij toen? Als, uh, want je werkt in de reclasse. Re, ik krijg het soms, Dat woord soms mijn bek niet uit zelfs. De reclasse. Nu ga je erover focussen. Het ja. is een goed onderwerp dadelijk om mij, om mij te coachen. Hoe krijg ik bepaalde woorden in mijn bek uit? Kun je, kun je me er even helpen? Uh, Reclassering. Ja, was je een... een, een, een uh, ik moet dan ook een ambtenaar... Uh, Denk ja. maar dat je werkt bij Legende Leger des Heils. Ja. Was je coach, was je een trainer? Wat deed jij? Ik was trainer. In je de was de trainer. Ja, ja. Maar, maar zelfs de, de, de mensen die dan... Ja, ambtenaar. Er werken eigenlijk geen ambtenaren uh, bij de recursing. Uh, zoals je het beeld dat je kan hebben van een ambtenaar. Het zijn vaak heel betrokken professionals. Die hbo maatschappelijk werk hebben gedaan. Of SPH. En die heel graag mensen helpen eigenlijk. En houden van gesprekken voeren. En, en uh, iets willen betekenen. En uh, zo stond ik er ook in. Ik, ik was dan gedragstrainer, dus ik werkte met groepen, maar we hadden ook wel individuele trainingen. Dus ik zag ook veel uh, jonge mannen en, en vrouwen, soms ook één op één. Ja. En die kom vond ik heel leuk. En die mensen die dan bij jou terechtkwamen, dat waren mensen die met justitie in aanraking ja. waren gekomen, Zeker. of die uh, bij, bij een dagopvang terecht waren gekomen, jeugdzorg. Ja. Ik weet niet nee, of via... In mijn geval echt justitie. Echt allemaal justitie. Ze ja, dus hadden allemaal een strafblad. Ja. En uh, uh, nou, niet de hele zware psychopaten en, en moordenaars, die zag ik niet. Ik heb één keer een moordenaar gesproken, maar dat was echt een uitzondering. Maar wel, voorste delicten. wel, gewapende ja. overvallen straatroof, uh, geweld, huiselijk geweld, diefstal inbraak. En die hebben zeg maar hun tijd uitgezeten. Ja. Die, zijn, die zijn dus nu bezig met een uh, met, met terugkomende maatschappij. Exact. En, en daarvoor moeten ze verplicht een aantal dingen doen, ja. waaronder dat ze bij jou terechtkomen voor een training. Juist. Neem ons even mee, want dit is natuurlijk beeldend ook wel een fantastische... Ja. lijkt me een fantastische ervaring. Neem even mee. Zit je dan in een soort buurthuis en mensen komen dan binnen... en met een bekertje koffie gaan nee, ze... Nee, nee, zo, nee, nee, hoe ziet dat eruit? Er nou ja, ik, kijk, ik kan vertellen over toen, maar er is ook heel veel veranderd. Ja. Dus uh, misschien kan ik beter vertellen hoe dat nu gaat. Oké, okay. ja, graag. Want, want dat is actueler natuurlijk. Uh, er vinden in de gevangenissen in Nederland... en trouwens wereldwijd, vinden dagelijks trainingen plaats. Want we weten wel dat een gevangenis... wordt ook wel de hogeschool van de criminaliteit genoemd. <laughs> ja. Weet je wel, in de bak leer je het vak... En Ik moet denk aan films als Blow en zo. En, uh, waar, waar, waarin inderdaad ook eh, criminelen binnenkomen en nog als een veel grotere crimineel uh, naar buiten gaan. Dat risico bestaat. Ja. Als je mensen bij elkaar opsluit en je zou verder niks met ze doen en je laat ze met elkaar gewoon lekker gaan maar luchten, gaan we met elkaar praten. Ja, we gaan, we gaan ze dan over, over praten. Zeker mannen die gaan een beetje opscheppen. En voor je het weet, leren ze elkaar. De trukken ja. van het vak. Of, of brengen ze elkaar op ideeën. of maken ze afspraken voor. Wat, hoe gaan we hierna. <lacht> <lacht> uh, snel rijk worden, zeg maar. Ja. Nou, dat wil je natuurlijk voorkomen. Uh, dus. Uh, wat je daarvoor in de plaats moet doen. is mensen zorgen dat mensen. Uh, sterker, wijzer, verstandiger. uit, uit de tentie komen. Ja. Nou ja, uh, in dat vak is, is wereldwijd. Uh, al, al een hele tijd. de uh, What Works. Uh, beweging gaande waarbij onderzoekers, behandelaars, trainers uh, met elkaar kennis uitwisselen over wat werkt nou werkelijk als je iemand die gedetineerd is geraakt uh, wil voorkomen dat hij weer recidiveert, oftewel binnen één of twee jaar weer terugvalt in de criminaliteit. Wat, wat moet je dan doen? Uh, daar is kennis over. En uh, iets wat, uh, wat in ieder geval bewezen effectief is, is de cognitieve vaardigheidstraining, en die loopt nog steeds. Yeah. En eigenlijk leer je mensen dan in, in uh, ik weet niet wat nu het aantal sessies is, maar dat was toen twintig sessies van 2,5 uur uh, leer ze denkvaardigheden. En leer ze uh, dingen als uh, impulsbeheersing, uh, creatief probleem oplossen, uh, uh, rationeel denken, uh, al die dingen, dingen die ook wel. Want ik weet, jij bent Stephen Coffee-trainer, uh, er zit best wel wat overlap met wat je daar leert. Mm -hmm. uh, maar ook uh, een stukje ja, uh, red, cognitieve vaardigheden. Ja. Um, en wat we daarvan weten is dat um, die training uh, zorgt ervoor dat de recidieve kans 15% lager wordt. Dus moet je even voorstellen. Dus dus dat wetenschappelijk betekent. is gewoon ja. aangetoond dat ja. zo'n traject 15%. Ja, dus uh, moet je even nagaan wat dat betekent. Uh, we weten dat gemiddeld 70% van de gedetineerden valt terug. Als mensen die training hebben gevolgd van 20 keer 2,5 uur, valt dus nog maar 55% terug. Nou, duizenden mensen jaarlijks volgen die training. Dat betekent dus dat, dat als je van duizend mensen uh, uh, is de kans 15% lager dat ze terugvallen. Dat ja. gaat dus om waanzinnig veel maatschappelijke winst. Ja. En slachtoffers die ja. niet vallen, en mensen die hun leven weer op de rit krijgen. Ja. Dat is nogal wat. En tegelijkertijd is het een, een, een treurig en urgent, urgente constatering dat die 70% ja. uh, terugvalt, natuurlijk uh, ergens daar. Ja, dat, dat zorgt voor de urgentie om na te gaan denken: hey, hoe, kunnen we, hoe kunnen we dat cijfer omlaag halen? En deze methodiek blijkt daar dus een succesvol instrument in te zijn. Zeker. Ja. Hey, ik, ik zit ook meteen te denken: want je hebt, je hebt ook psychologen, ook psychologen die gespecialiseerd zijn om bijvoorbeeld in, in nog zwaardere gevangenissen als TBS-klinieken hun werk te doen. Mm -hmm. je hebt, je hebt, jij werkt dan vooral als trainer. Mm -hmm. uh, we gaan het hebben vooral over coachen. Ja. Hoe, hoe, hoe kun jij ons een, een, een scheidingslijn maken wanneer begint een coach en waar start de psycholoog of zo? Ook ja. zeker omdat het omdat mensen in uh, de gevangenis, als je, ik noem het vaak een soort Pandora's box, mm. dat als je dat gaat onderzoeken, ook zelfs mensen met verslaving, mm. hè, als je pas als mensen van de verslaving af zijn, begint het werk. Ja. Want dan zitten daar vaak allerlei andere dingen uh, ten grondslag ja. uh, die uiteindelijk mensen verslaafd uh, hebben gemaakt. Ja. Ja, wil je dat ik die vraag beantwoord binnen het reclasseringsgebeuren... of gewoon in, 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 in Nederland, in de wereld, zeg maar? Je, je, mag, je mag zelf kiezen hoe algemeen ja, je hem pakt. Ja, nou ja, oké, okay, dus het scheelt tussen een coach en een psycholoog. Uh, zit hem er denk ik in dat een psycholoog... Uh, heeft sowieso met zwaardere problematiek te maken. Met problematiek die je terug kunt vinden in de DSM-5. Uh, dus psycho, uh, ja, psychiatrie, uh, depressie, angststoornissen, uh, schizofrenie... Uh, uh, wat heb je nog meer? Borderline, uh, autisme, noem maar op. Ja. Als het goed is. Nou, ik weet dat er autismecoaches bestaan, maar als het goed is, gaat een coach zich niet wagen aan depressie, niet aan een, aan een angststoornis, niet aan iemand met borderline. Dat hoort gewoon daar niet thuis. Mm. Hè, dus, en en uh, wat je ook kunt zeggen is dat een psycholoog die krijgt te maken met mensen die uh, wiens problematiek op alle levensgebieden zich voordoet. Terwijl. Uh, uh, een coach misschien wel dezelfde methodes inzet. Neem de, de cognitieve therapie bijvoorbeeld, dat kan een yeah. coach ook inzetten. Um, of act. Um, maar dan gaat het als goed is voornamelijk over functioneren op het werk, of functioneren in de sport, of misschien zelfs functioneren in een relatie. Uh, maar niet, niet iets wat op alle levensgebieden zich voordoet. Want dat, ja, dat geeft wel aan, dan heb je met ernstige problematiek te maken. Dus het klinkt nu alsof, het, alsof er zijn twee, twee onderscheidingen zijn die je hier maak. Aan en de ene kant, als, als iemand echt een psychische ziektebeeld heeft, ja. dan is daar een psycholoog voor nodig. Ja. Een coach maakt niet zieke mensen beter. Nee. En wat ik je hoor zeggen is dat de coach misschien wel overlap heeft met mm -hmm. methodieken, mm -hmm. maar dat die methodiek dan toegepaster is. Dus het Eens. gaat over een specifieke situatie. En het is niet dat heel je leven in de war wordt geschopt door een, een bepaald probleem. Eens. Ja. Ja. Okay. Wat het verwarrend maakt, is het, ik zou sommige methodieken worden door beide beroepsgroepen gebruikt. Ja. En wat je ook wel ziet, is dat psychologen zijn steeds meer een beetje aan het coachen, als het ware, en, en terecht, want um, ze hebben minder tijd dan vroeger. Hè, vroeger kon je in de psychoanalyse kon iemand vier jaar lang uh, drie keer per week spreken. Nou, dat is ondenkbaar nu. Um, en andersom maken coaches ook wel gebruik van, nou ja, positieve psychologie bijvoorbeeld. Ja, dus er zit ook wel een stukje grijs gebied tussen beide. Ja. En, dan, en dan komt het aan op goed voelen ook bij jezelf, als coach: van, kan ik dit aan? En is het, is het ethisch verantwoord om dit thema bij deze persoon aan te gaan? Of moet ik iemand doorverwijzen? Dus ja, er zijn ook wel twijfels. Ja, dus jij ging daar aan het werk ja. en toen kwamen we erachter dat. Dat je, op, dat je op zoek was naar meer, omdat de methodiek die er toen was, niet helemaal afdoende was. Klopt. En je zegt de allereerste methodiek waar ik uh, een aanraking mee kwam, was motiverende gespreksvoering. Ja, de, de, als, als bonus. Als, als, ja, ja die, die, die vond ik wel goed, hè? Voor die dat vond we je wel vond. goed. Ja, 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 die dus, ja, de allereerste methodiek, je zei, oh hier, dit moeten juist, we implementeren juist, hier. En gaaf Exact. En wat, 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 wat was dat? Wat, wat triggerde daar anders dan hetgeen wat je daarvoor deed? Um... Wat me opviel was dat het een, een hele uh, respectvolle methode was, die mensen echt serieus neemt, die de verantwoordelijkheid laat waar die hoort, die uh, eigenlijk helemaal niet zo opvalt in de zin dat het best wel een casual gesprek kan lijken. Even in contrast met NLP. Ik vind NLP heeft ook hele mooie dingen. Hè? Maar de, de technieken zijn soms best wel een beetje exotisch. In de zin dat je. Uh, ik noem maar wat. Je bedoelt zweverig. Nou, niet zweverig, maar wel dat je dingen vraagt van iemand die daar misschien niet, uh, niet per se zin in heeft, omdat hij nog helemaal niet zeker weet of hij wel zijn, zijn probleem wil veranderen. Als je dan zegt, ja, maar ga maar in de circle of excellence staan en, en laat eens even een, 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 weet je wel, een kracht, emotie, hulpbronnetjes toevoegen. Ja, dat, dat, dat is een brug te ver. In ieder geval, in het recursingsveld vielen mij de resultaten wat tegen. Ja. En toen kwam Motiverende Gespreksvorm en toen ontdekte ik, hé, hey, krijg nou wat. Dat is, je voert gewoon een gesprek, maar je stelt wel bepaalde vragen, je luistert goed, je sluit aan bij die ander, je ontlokt bepaalde taal mm -hmm. en gek genoeg komt er dan verandering op gang. En hoe dat werkt, ja, daar wil ik best uitleggen, maar daar heb ik een paar zinnen voor nodig. Uh, ja, zullen we, ik, ja, wat dat betreft, voelt het als een mooi logisch brugje ja. om nu die eerste pilaar al, al bij de lurven te pakken, graag. Die zijn vond leden. Wat is het ding? Als, je, uh, als er iemand voor je staat die uh, gewoon gedrag vertoont wat niet werkt, een extreem voorbeeld daarvan is een verslaving. Mm -hmm. Iedereen snapt, iemand die alcoholverslaafd is... of aan harddrugs, cocaïne... Dat is destructief. Dus, dat, dat geeft die persoon op de korte termijn... vast wel uh, een kick of een roes of ja. een blij gevoel. Dat snap ik heel goed. Maar op de lange termijn... is het, is het uh, nogal tricky... De kans dat je problemen die je al had voordat je ging gebruiken groter worden, is, is natuurlijk aanwezig. Uh, het kost heel veel geld. Uh, het is voor je gezondheid, destructief, et cetera. Je relaties gaan stuk als je niet oppast. Ja. En, en als je niet, niet oppast, ga je nog stelen van je moeder. Snap je dus? Um, maar mildere varianten zijn daarvan, daarvan zijn uitstelgedrag, of spijbelen of uh, uh, heel veel Netflix kijken, ja. uh, uh, ook dingen die op de korte termijn wel iets opleveren, maar op de langere termijn je probleem groter maken. En dit ja. herkennen we allemaal. Hè? Ja. En, en we komen. Als ik nu weer, meteen weer terugdenk aan verslaafd aan liefde. Uh, met de aflevering met Jan Geurts. Mm -hmm. Ja, dat we eigenlijk. Zolang als we, als we, we ons manifesteren met het ego. Dan zijn we eigenlijk allemaal. Soms op ongezonde manier op zoek naar de erkenning van ander. Ja. We maken onszelf afhankelijk. Mm -hmm. of, of het nou afhankelijk is van, de, van die chocola of dat biertje... om me weer een beetje goed te voelen. Afhankelijk van de likes op social media. Ja. Ofwel uh, iemand anders die tegen mij zegt dat hij van me houdt. Ja. Dus, dus dit patroon... Het dus dat dat gaat dus over motiverende gespreksvoering. De methodiek wordt ingezet op het moment dat iemand een patroon heeft... waar hij eigenlijk van af ja, eigenlijk wel, maar het niet doet. Maar het niet doet, ja. ja. En ja, hoe precies. Komt dat? Dat ja. is interessant. Ja. Nou, dat weten we. Dat komt heel vaak omdat mensen ambivalent zijn. En ambivalentie betekent, dat beeld kennen we al sinds de Donald Duck. Uh, er zit eigenlijk een engeltje op de ene schouder en een duiveltje op de andere. Ja. Ja. En dat duiveltje zegt van, hey, relax man. Wie dan leeft, die dan zorgt. Ja, joh. Je, kan nu, je kan je nu lekker bezatten. Of je kan een snuif nemen. Of je kan nu je partner een klap geven. Ah, eentje. Of de hele avond Netflixen. Dat is, dat is lekker, doe maar. Dat zegt het duiveltje. Ja. Het engeltje zegt: van, Oké, okay, hoe lang ga jij dit nog doen? Uh, is, is dit echt wie jij wil zijn? Uh, is dit, is dit, wil jij het laten zo op je leven terugkijken? Ik heb zo van, ik heb heel veel Netflix gekeken, of ik heb heel veel drugs gebruikt, of heel veel gedronken. Of had je misschien een andere droom? Het zijn heel verschillende dingen. Hè? En wat, waar het heel vaak misgaat. Kijk, iemand die ambivalent is, die heeft niet, nog niet de daadkracht en de besluitvaardigheid om te veranderen. Ja. Daar, veranderen is moeilijk. daar is best wel uh, daadkracht voor nodig. Ja. Op het moment dat je dus dat ja, je gevangen bent tussen dat engeltje en dat duivetje gaat er niks veranderen. Hmm. En dit herkennen we allemaal, toch? Dat, dat ik, bedoel, ik, ik heb dat stemmetje ook. Ja. Dat ik voortdurend in zelfspraak ben aan en ja. de ene kant, en, en, en dus op korte termijn ik. Ah, joh, ik weet je wel. Ja. Eén ja. nootje, nu. Ja, bedoel ik, ja. ja. En, en dan zijn nootjes nog heel gezond. Hè? Ja. En, en, uh, en ik herken hem ook. Hè? Ja. Dus, dat is heel menselijk. Maar waar gaat het mis? Stel, je bent uh, coach, hulpverlener, manager, uh, noem maar op. En er zit iemand tegenover je die zorgelijk gedrag vertoont. Gedrag wat niet werkt. Vooral niet op de lange termijn. Misschien mm -hmm. wel op de korte termijn, maar niet op de lange termijn. Uh, jij maakt je zorgen. En wat heel veel mensen doen vanuit de beste intenties en vanuit gezond verstand, is dat ze de ander gaan proberen te overtuigen met argumenten. Dat ze de ander gaan adviseren van, ja nee, maar als je het nou zo aanpakt dat ze oplossingen gaan aanreiken, ja. ongevraagd. Ze van, nee, maar ik weet voor jou de ideale oplossing. Of, of voor mij heeft dit gewerkt. Nou, Dit soort dingen, dat heeft een naam, dat heet de reparatiereflex. Zo. Ja, het komt uit Engels, de writing reflex. Mm -hmm. He, dus je kunt eigenlijk dat gedrag niet aanzien. Dat, dat geeft bij jou een beetje een ongemakkelijk gevoel. Je wil dat fixen. Je wil dat dat verdwijnt. Ja. En dan gaan we dat dus repareren. Ja. Ik noem dat dan een autobiografische reactie. Ja, ja eigenlijk een reactie. is het is eigenlijk de zorg. Ik projecteer eigenlijk mijn eigen zorg op jou nu. Ja, exact. Het heeft eigenlijk meer met mij te maken dat ik dat op probeer te lossen dan dat het jou dus helpt om dat te doen. Helemaal mee eens. Oké. Okay. Ja. Maar wat gebeurt er dan? Die ander die zit daar met dat engeltje aan en het duiveltje. Als jij die opverlener bent en ik ben die persoon met ja. het dilemma. Dan ga jij als het ware dat engeltje verwoorden. Ja, wat ga ik dan doen? Dan denk ik, ja, dat engeltje die komt al aan het woord. Ik ga duiveltje verwoorden. Dus die polariteit wordt automatisch weer vergroot daardoor. Ja. Dus jij overtuigt mij dat ik moet veranderen. Ja, hallo. Ik had nog helemaal niet gezegd dat ik wilde veranderen. Dus ik ga jou terug overtuigen dat ik helemaal niet wil veranderen. Ja. In ieder geval niet nu. En als jij het gaat oplossen voor mij, dan, dan ga ik zeggen. Oh, maar dat heb ik al geprobeerd. Of dat werkt toch niet voor mij. Of uh, dat past niet bij me. En dan ben jij heel hard aan het werk. En ik zit hier lekker alle oplossingen van tafel te vegen. Dus dan zie je ziet een coach heel hard werken. Exact. En je ziet de, de coachie eigenlijk steeds verder achterover zakken. En ja. denkt van, nou, ah, dat ga ik toch niet doen. Ja. En het bizarre is, ter plekke overtuig ik mezelf als gecoachte... van het feit dat ik helemaal niet ga veranderen. <laughs> Snap je? <laughs> dus de kans dat ik ga veranderen is kleiner geworden. Ja. En dat niet alleen. Onze relatie is waarschijnlijk ook verslechterd. Ja. Want ik heb niet het gevoel dat je echt naar me luistert. Dat je me serieus neemt. Dat je uh, naar mijn kant van het verhaal wil luisteren. Dus het is nogal ja, destructief eigenlijk wat er dan gebeurt. Mm -hmm. En dat is doodzonde, want het is niet nodig. Nee, want daar komt dus deze methodiek om de hoek kijken. Ja. Dat, dat, dat uh, heeft een andere aanvliegroute. Nogal. Wat doe, wat, wat doe je dan? Ja, nou dus he, deze kijk, situatie die ja. voelen we mee. Ja. Uh, ik kan erover vertellen, we kunnen het ook even doen. Oké. Okay. <laughs> ja. Uh, en ik weet, je, je bent trainingsacteur ook. Mm -hmm. Dus jij kunt, uh, kun je iemand met een alcoholverslaving neerzetten? Iemand met een alcoholverslaving? Jeetje, zeg zo. Uh... We, we, niet meteen iemand die al 30 jaar verslaafd is, nee, maar nee. een student. Je bent een student. Ik ben een student. Die uh, best wel veel zuipt. Oké. Okay. En uh, zijn studie dreigt uh, te mislukken. Uh, doordat hij uh, alleen maar uh, ja, aan het feesten en aan het zuipen is. Oké. Okay. En ik ben misschien studentenbegeleider of zo. Okay. Jij komt bij mij. En, 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 en wat voor, uh, kun, je me, kun je me iets van gedrag geven? Ja. Uh... Oké, okay, dus uh, kijk, uh, jij komt natuurlijk niet zonder reden bij mij. Dus laten we zeggen, ik, heb, uh, ik spreek jou af en toe. En ja. ik, heb, ik weet al van jou ja, dat je best wel van feesten houdt. En nu kom je bij mij omdat, uh, ja, weet je, je gaat je, uh, je afstudeeronderzoek. Dat, dat loopt voor geen meter. Precies. Ja, en daarvoor kom je bij mij. Ik, ben, 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 ik praat veel of ben ik wat meer gesloten? Ben ik nee, extrovert, introvert? Nee, je, je praat wel. Ik dat praat wel, dat is gewoon helemaal prima. Ja. En hoe heet ik? Geef me eens een uh, naampie. Um, Pjotter. Pjotter. <laughs> Vraag me niet hoe ik erop kom. Nee. <laughs> Oké, okay. nou, Pjotter. Ben je zover? Ja. Oké. Okay. Hé, hey, Pjotter, goed je weer te zien. sowieso. Hé. Ja, leuk je, leuk je weer te zien. Ja, oh, een grote lach op je gezicht. Ja. Ja, het is, het, het is weer mooi weer nu, hè? Ja, dat, dat doet de mens goed. Ja, dat is, wel, ja, is toch wel fijn, ja. Ja, ja. Hey, uh, ja, je had gevraagd om een gesprek. Want uh, je studieonderzoek uh, loopt niet helemaal, begrijp ik. Mm. Dus uh, ja, daar wil ik best over, over hebben met je. nou We zitten in een podcast. Uh, dus laten we het tot tien minuten beperken. Dus uh, ik heb tien minuten voor je. Mm -hmm. En dan moet ik weer door. Mm -hmm. Maar ik luister graag uh, ja, naar wat je zou willen bereiken met dit gesprek. Vertel eens. Ja, ik merk gewoon dat ik het. Uh... Dat ik er gewoon niet aan toekom. Aan je, je afstudieonderzoek? Ja. Oh, Wauw, dat is uh, dat is natuurlijk balen. Want uh, ja, straks is je studiebeurs op en dan is je onderzoek niet af. Ja, ja, dat, dat snap ik. Dat, dat hoor ik. Dat, dat ja, Maar het is gewoon, weet je, nu wordt het wel lekker weer. En ik krijg uh, berichtjes van, uh, van mijn vrienden. En dan ja. denk ik ook van ja, weet je, het is ook nu nog, nu nog de tijd om, om plezier te hebben. Ja, dat snap ik ook. Heel goed. Als ik dadelijk aan het werk ben, dan, uh, ja, dan gaan we het serieuze leven in. Ja, je kunt nog lang genoeg werken. Uh, ja, toch? Serieus zijn. Ja, dat uh, dacht ik ook. Dus ja, ja weet je, wel. Dan, ja, dan is het toch iedere keer, weet je, op school dan word je toch verplicht. Om gewoon uh, uh, aanwezig te zijn. Ja, Ja, en nu zit ik thuis en uh, ja, pff, dat weet niet man, maar dan vind ik het echt zo moeilijk om me eraan te. Uh, ja. ja, want we zitten in coronatijd. Dus ja. dat is ook extra moeilijk om, om je, nou ja, uh, jezelf te motiveren. Hè? Want je, je zou normaal uh, naar de bieb kunnen komen of wat dan ook, maar nu zit je thuis. En als ik je goed begrijp, zijn er heel veel afleidingen. Je ja, joh, weet je wel, dan ja. zitten gewoon lekker te gamen met elkaar. En ja. uh, joh, weet je al, dan krijg je gewoon zo'n uh, zo oproepje: van... joh, kom, even één, uh, één potje samen. En ja. dan, uh, ja, dan voor ik het weet, is het toch weer avond. Ja, nou, dat klinkt heel gezellig. En ook alsof je heel veel plezier hebt. Um, en, en ik ben wel benieuwd, wat, wat, wat brengt dat je? Ja, het is in ieder geval wel gezellig. Ja. Dus je hebt, je hebt lol. Ja. Uh, je ziet je vrienden, of in ieder geval, je hebt contact met ze. Ja, ja, lekker biertje erbij. Ja. En, en uh, ja, wat, wat doe je nog meer voor dingen die je afhouden van uh, je afstudieonderzoek? Uh, ja, dat was uh, die nieuwe serie van Netflix. Die, uh, ja, die moet je toch wel gezien hebben, anders kun je niet over meepraten. Ja, ja. Ja, dus die heb ik wel, uh, die heb wel gekeken. Die heb je gekeken. Ja. Oké. Okay. Ja. House of Cards was het geloof ik, hè? of wat was het? Ja, ja zoiets. Ja. Ja. ja, toffe serie inderdaad. Ja, ja. ja kijk, uh, voor de helderheid, jij bepaalt zelf wat je met je tijd doet. Dus het laatste wat ik zal doen, is tegen jou zeggen dat je je vrienden niet meer mag zien, dat je niet mag Netflixen, uh, dat je niet meer mag gamen. Dat bepaal je gelukkig helemaal zelf. Nou, dat is, uh, dat is fijn. Ja. Tegelijkertijd uh, heb je daar mijn hulp niet bij nodig. Ja, je, je, je hebt mijn hulp niet nodig om, om uh, je vrienden te zien en te gamen en te Netflixen. Nee, dat gaat wel goed, ja. Dat, dat kun je heel goed ja, doen, ja, dat, dat, ja, dat gaat wel vanzelf, Ja, ja. ja. Um, Misschien kun je mijn hulp gebruiken door het samen te hebben over hoe kun je de kansen zo groot mogelijk maken dat je, dat je nog afstudeert binnen je studiebeurs. Ja. Um, ja, ik ben wel benieuwd. Um, wat, wat zijn jouw gedachten erover? Hoe graag wil je eigenlijk afstuderen op dit moment? Oh, wat een goede vraag hoor ja ik wil heel ja ik natuurlijk weet je wel ik, ik voel gewoon ik, ik wil meteen wil zeggen ja ik wil heel graag afstuderen um, maar ik vind het ook weer moeilijk want ja. ja ik weet ook niet zo goed wat er daarna uh, komt oké okay. ze hadden gevraagd weet je op mijn vorige stage kon ik uh, werken maar de ja dat vond ik niet zo interessant nee. ja dus dat ja dus afstuderen is moeilijk ja, dat snap ik, want je doet het voor het eerst. En dat vraagt allerlei dingen van je, die je ja, nog een beetje moet ontdekken. En misschien wel ontwikkelen in jezelf. Uh, en je twijfelt ook een beetje van: ja, wat wordt eigenlijk mijn toekomst hierna? En is ja. dat wel wat ik wil? Ja, oké. Okay. Ja, en, en uh, dat zijn eigenlijk twee heel verschillende vragen. Ja. Kijk, wat je hierna wil, ja, daar, daar kunnen we het ook over hebben. En uh, we kunnen het ook over hebben. Hoe kun je je kansen zo groot mogelijk maken dat je dat je, je afstudieonderzoek afrondt. Aangezien we maar tien minuten hebben, wil ik je vragen, waar wil je voor kiezen nu? Waar wil jij het over hebben? Ja, wel gewoon dat, 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 dat gewoon uh, dat het wel lukt. Ik ja. eerst maar eens afstuderen. Ja. Ja. En ik merk gewoon dat ik er, uh, ja, dat, ik doe het gewoon niet. Nee. En dan denk ik weer, en dan zit ik me daarna weer schuldig te voelen dat ik het niet gedaan heb. Ja. Ja, en dan dus... belt mijn ma weer en die checkt weer hoe het gaat. Ja, dan heb je dan, weet je, al dan denk ik. Oh, ja... Uh, dan zeg ik ja, ja gaat allemaal wel. Ja. ja, dus je moeder, die zit je aardig uh, op. Uh, die, 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 die controleert je een beetje. Die, die, die probeert je daarin wat te begeleiden. Ja, die, 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 ziet, het, die ziet het ook wel aankomen dat we nu met z'n allen thuis zitten. Weet je wel, mm -hmm. en dan uh, in de studentenkiet bij elkaar. Ja, ja. Dat, uh, <laughs> ja, ja. <laughs> dat kan alleen maar misgaan natuurlijk. En, en, en je zegt: het, het lukt niet. Ik ben wel benieuwd. Doe je nu helemaal niets aan je onderzoek? Of doe je wel wat, maar niet genoeg? Hoe, hoe gaat dat? Ja, ik doe wel wat, hoor. Ja? Ja. Vertel eens over de dingen die je wel doet. Nou, dan, uh, en dan spreek ik met mezelf af, dan dit de ochtend. Dan, uh, ja, dan denk ik van, nou, gaan we een de ochtend wel beginnen. Gaan we wel eraan zitten. Oké. Okay. Dus dan uh, ga ik zitten. Mm -hmm. En dan type ik wat. Mm -hmm. uh, maar ja, dan, uh, gewoon, dan, uh, dan vind ik of eigenlijk wat ik getypt heb niet goed. Mm -hmm. Of... Uh, ja, of ik word afgeleid. Ja. En dan, uh, ja, dan merk ik gewoon toch dat het heel snel weer, uh, weer klaar is. Ja, ja. Dus je begint wel. Dus je weet jezelf wel kennelijk te motiveren s ochtends om, om te gaan zitten en te typen. Ik, ik, ik hoor dan ook wel een sterke innerlijke criticus. Dus, uh, er is een kant in jou, die vindt het dan niks wat je hebt getypt. Nee. Mm -hmm. En even voor de record, hoeveel tijd heb je nog eigenlijk binnen je studiebeurs? Want dat heb ik niet helemaal scherp. Nou, volgens mij uh, nog. Uh... Iets van vier, vijf weken. En dan, vier, vijf uh... weken? Oké, okay. uh, dat is best kort hè. D ja. Dus wat, wat geeft jou hoop dat je het nog af kunt krijgen? Want ik, ik heb niet helemaal scherp hoe ver je bent, maar wat geeft jou hoop dat je, dat je dit nog af kunt krijgen? Um. Nou, ja, ik denk dat het wel kan, maar ik, dan moet er wel echt iets veranderen. Mm -hmm. En hoe zou die verandering eruit kunnen zien? Ja, dan moet ik echt nu, uh, echt nu helemaal focussen en gewoon iedere dag uh, gewoon uh, kilometers maken. Mm -hmm. dan, dan zou het haalbaar kunnen zijn. Ja, dan, dan, is, het wel, dan is het wel haalbaar. Oké, okay. nou, dat geeft wel hoop. En ik snap ook dat dat, uh, dat, dat wel wat van je vraagt. Ja, ja en, en weet je, ik kan dat niet voor jou beslissen en dat wil ik ook niet. In hoeverre ja, zou je bereid zijn om. Uh, dat met jezelf af te spreken voor een, ja, een afgebakende periode. Ja, dat wil ik wel. Mm -hmm. en, en willen is één ding. Ja, ik vind het wel moeilijk ook. Ja, ja ik steek wel meteen van ja. Dit, ik wilde dit, twee maanden geleden ook al. Ja, ja en nu zijn we maanden, maanden opgeschoten en nee. is gewoon niet veel gebeurd. Nee, Althans, nee. ja, we hebben wel wat gekrabbeld. Maar mm -hmm. ik weet als ik dit inlever, gaat het gewoon mm -hmm. gaat niet goedgekeurd worden. je, ga je, je, weet je, je. nog niet meer redden? Nee. 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 Maar ik hoor wel een duidelijke wil. Hè? Uh, en, en het lijkt ook iets van vertrouwen te spelen, waarin misschien uh, nou, nog, nog winst te behalen is. Hoe, hoeveel vertrouwen heb jij op een schaal van 0 tot 10? Uh, dat als je, je zou besluiten, ik ga ervoor, de resterende 5 weken, uh, ja, dat je dat voor elkaar kunt krijgen. Nou, op dit moment een 4. Een 4. Oké. Okay. Nou, een 4 is geen 0. Dus wat maakt dat je een 4 geeft en, en geen 0? Uh, wat geen zit er in die 0 tot 4? Ja, dat, 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 dat ik wel uh, achter het bureau uh, uh, ga zitten. Dat, dat ik wel, ja, ook als ik een beetje zo grapend naar mijn scherm te kijken. Ja. Maar ja, ja ik, ik heb wel mijn Word document openstaan, zeg ja. maar. We, ja. we, we proberen wat. Ja. <laughs> ja. Oké, okay. uh, dus je gaat zitten. Ach, dan, dan is het niet veel hoor, Sergio. Maar, uh, nou ja, ja. maar je zegt, het is een 4. Een 4 is, is best wel wat. Wat zit er nog meer in die 0 tot 4? Je gaat achter je bureau zitten ja en dat gewoon wel ik heb gewoon geen zin om, uh, om, om het jaar over te moeten doen weet ja, je wel dus daar hangt veel vanaf en ik heb geen zin om uh, extra leningen aan te vragen want die beurs houdt op ja, uh, ja dus, dus het is gewoon, wordt gewoon het, wordt, het probleem wanneer het niet lukt is ja. wel gewoon uh, dat is wel echt heel kut dan ja, ja dus de, de, dus staat je echt wel iets vervelends te wachten als je ja straks je beurs uh, stopt en je moet die later terug ja en ik heb ook helemaal geen zeik geen geen, geen zin in een gezeik uh, thuis nee. Nee. Want dan uh, weet ik alweer, dan uh, kan, kan ik weer uh, bij mijn moeder intrekken of zo. Die zegt nee. van, joh, uh, zie, je, zie je wel. Zie je wel, hè, nee, dat nee. op kamers gaan, dat was gewoon uh, slecht plan. Ja. ja, daar heb ik gewoon echt, niet, echt geen zin in. Dat, dat wil je voorkomen. Dat je als uh, 24-jarige student weer bij je moeder moet gaan. Ja, precies. Dat snap ik. Hey, en um, ik ben ook wel benieuwd... dit ja, zit hier een gezonde jonge vent tegenover me... Um, Vertel eens over sterke kanten die jij in je hebt. die je zouden kunnen helpen om dit tot een goed einde te brengen. Nou, ik ben in ieder geval uh, analytisch. Oké. Okay. Hoe zou dat je kunnen helpen? Nou ja, als je kijkt gewoon naar de, naar de stages die ik gedaan heb. dan. Uh, dan zie je wel dat. bij de, de, de coderingen van de, de programma's bijvoorbeeld. en het creëren van de software, dat dat gewoon. Uh, dan ben ik gewoon eigenlijk het snelste uh, een van de snelste in serieus oké okay. dus ja. als je, uh, je analyse kunt gebruiken dan, dan kun je daar nou heel veel tijdswinst mee, mee ja maar dan, dan moet ik dus uit een berg van dingen moet ik dus uh, de, de schakels zoeken ja. Ja, dat en dat vind, vind ik veel gemakkelijker dan dat ik nu zelf iets moet gaan lopen uh, op papier moet gaan lopen zetten ja, ja. ja. oké okay, nou dat kunnen we verder onderzoeken maar je zegt in ieder geval ik ben een analist welke sterke kant heb je nog meer Uh, nou, volgens mij ben ik wel lachen om mee te hangen. Ja, ja dat snap ik. <laughs> dat is juist de kant die jou naar je vrienden toe... Uh. Ja, heel ja. gezellig. Door ja. mij wel optimistisch of zo. Oké, okay, optimistisch. Ja. kan je optimisme hierbij uh, van pas komen? Uh, ja, gewoon ik wel, ja, dat ik wel denk dat ik het kan. Ja. ja. Hey, je bent ook wel een sociaal dier, heb ik de indruk. Ja. Ik, ik ben wel benieuwd. Zijn er ook uh, vrienden van je die, die in hetzelfde schuitje zitten? Die ook gewoon, weet je wel, vijf weken moeten knallen om een onderzoek af te, te krijgen. Waarmee je misschien, nou ja, uh, elkaar zou kunnen oppeppen of wat dan ook. Samenwerken, noem maar op. Ja, zo misschien. Ja, ik heb een de, vrienden waar ik nu mee game, die, uh, die zitten niet bij mij op school. Nee. Maar ja, natuurlijk heb ik, gewoon, wel, heb ik uh, gewoon schoolgenoten die nu in hetzelfde schuitje zitten. Hm. Alleen door, uh, ja, door die hele crisis zie je elkaar gewoon niet meer zoveel. Dus nee, het uh, nee. ja. dus zou wat vragen om daar weer contact mee. Daar uh, yeah. is wat voor nodig. Ja. Hé, hey, we moeten gaan afronden. Ik heb nog een minuutje, Dan moet ik er weer okay. voor. Ja. Ik ben wel benieuwd. Uh, uh, ja, wat, wat wil je met jezelf afspreken hierover? Ja, ik wil, ja, ik wil wel heel graag. Uh, ik wil wel gewoon dat het afkomt. Mm. En wat, wat zou een eerste stap kunnen zijn? Uh, uh, ja, een stap in de goede richting. Stap die je kan, kan zetten. Ga ik moet misschien toch zoeken naar een, uh, een plek waar, waar die afleiding uh, minder is? Oh, goed idee. Want als ik nu ga zitten, dan word ik toch gewoon uh, afgeleid de hele tijd. Ja. Um, een goed plan. Wat, wat zou zo'n plek kunnen zijn? Ja, ik wil het niet zeggen, maar. mijn uh, <laughs> <de> moeder. <laughs> ja, dat is wel minder afleiding, ja. Ja. <laughs> ja. <laughs> Ja. Zou dat een optie zijn? Ja, ja het, zou, uh, het zou wel een optie zijn, ja. Hm. Maar ja, zoals over nadenken. Ja. Zou mijn moeder heel leuk vinden, trouwens. Ja, ja dat, dat, dat zal. Ja. Uh. Oké, okay, dus het is dus een optie, maar ik, ik zie je ook wat uh, terugdeinzen. Ja, idee. ik denk dat, de, kijk, als het afgebakend is, weet je wel, gewoon, uh, gewoon een middag en dan uh, doe ik hapje eten, zoals zo makkelijk. Ja. En dan ga ik daarna weer weg. Ja. Maar de week wel dat ik dan uh, een, een hele middag uh, daarmee bezig ben geweest. Ja, ja, ja. Dan, dan voelt het game daarna misschien ook wel lekkerder. Ja. ja. Een soort beloning. Ja. Een welverdiende beloning. Ja. Oké. Ter afronding, als ik je zou uh, beluisteren, dan... Uh, uh, nou, je hebt nog vijf weken te gaan. Uh, je hebt nog flink wat, uh, wat werk te doen. Uh, dat, dat vindt vooral plaats achter je computer. Je hebt vooral schrijfwerk te doen. Uh, tegelijkertijd zijn er alle dingen die aan je trekken. Uh, het is mooi weer buiten. Uh, je hebt vrienden waarmee je graag gamet. En uh, je houdt van gezelligheid, als ik je goed uh, begrijp. Ja. Uh, en tegelijkertijd zeg je van hey, ik, ik moet er niet aan denken dat ik, uh, nou, dat ik straks niet klaar ben en, 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 en uh, dat mijn studiebeurs ophoudt. Of dat ik weer bij mijn moeder moet gaan wonen. Dan liever nu die vijf weken bij je moeder studeren. En, en uh, straks. Uh, nou, ja, uh, misschien uh, een baan vinden om uh, je eigen inkomen te kunnen voorzien. Um, uh, en, en deze periode eventjes uh, gedisciplineerd aan de slag. Ja, ja klopt. En ik, ik kan me voorstellen dat dat een, uh, ja, een vooruitzicht is dat uh, misschien saai aanvoelt. Maar dat ook wel nodig lijkt te zijn. Ja, ja ik ben 24, dus moeten we moeten er wel een keer van gaan komen. <laughs> Hè? Ja, ja. Ja, het is aan jou, weet je, want uh, um, ik, ik kan het niet voor je doen. Nee, nee het dat snap ik. Ik snap van harte dat je je studie op tijd afrondt. Ja. En ik snap ook dat je, dat je graag feest. Uh, en, en, en ja, dit lijkt wel het moment te zijn dat als je wil afstuderen, dan, dan komt het aan op uh, vijf weken knallen. Yes. Ja, dankjewel, man. Ja, ik, uh, ik, ga, ik ga in ieder geval uh, mijn moeder eens bellen en uh, kijken of ik daar uh, kan. Uh, kan werken. En ik zal eens even een balletje opgooien bij, uh, bij mijn paar van die studievrienden die ik de afgelopen weken eigenlijk weinig gezien heb. Kijken hoe het daar gaat. Oké. Okay. Nou, prachtige stap. Ik wens je veel succes. Dankjewel. En uh, mocht je nog eens uh, willen babbelen, dan uh, weet je hem te vinden. Ja, dat is goed. Okay. Hi, uh, hoi hè. Hoi hè. <laughs> Oké. Okay. Ja. Tot zover. Ja. Ik weet niet of dit 10 minuten was. was ik ben, ik, ja, misschien wel ietsjes langer. Ja, ik, uh, ik, ik, ik ben ook wel hard werken hoor. <laughs> als je, als je er nog bent, uh, luisteraar. <laughs> ja. Wat fijn. Wat ja. fijn dat je er nog bent. Uh, maar nu zijn we natuurlijk heel erg benieuwd of dit. Hè, want ik, uh, we moeten, ik moet er meteen even eerlijk bij zeggen. Dit is niet voorbereid. Nee. Je hebt me een beetje ontspot gezet. Uh, we hebben wel gecheckt: van, joh, kunnen we misschien een praktijkvoorbeeld erin brengen. Mm -hmm. Uh, dus à la improvisatie hebben we zojuist een gesprek gevoerd. Ja. Ik ben natuurlijk nu super benieuwd hoe dit gesprek symbool staat voor motiverende gespreksvoering. Ja. Nou ja, um, ik zou niet zeggen dat het mijn beste gesprek aller tijden was. Maar ik denk wel dat hier heel wat motiverende gespreksvoering in zat. Uh, ik heb duidelijk gemaakt dat het jouw keuze is. Ik heb geprobeerd naar je te luisteren. Ik heb open vragen gesteld. Uh, ik heb best wel wat veranderde taal ontlokt. En dat is waarvan belangrijk in deze, want op het moment dat jij verandertaal spreekt, dus alle dingen die jij zegt die voor verandering pleiten, hè, voor uh, nou, gedisciplineerde blokken, uh, oplossingen die je zelf aanreikt, bij je moeder gaan zitten, uh, andere vrienden opzoeken, uh, dat is verandertaal. Oké, okay. dat, ja. dus, dat zijn dus inzichten die ik zelf als het ware geef ja. als mogelijke oplossingen voor het probleem. Ja, ja. En. en uh, Terwijl ik dit vertel, bedenk ik weer andere dingen die ik je had kunnen vragen. Ik had ook door kunnen vragen op de redenen die je hebt om, om op tijd af te... Die zijn trouwens wel een beetje aan de orde gekomen. Want je wil niet uh, ja, dat je straks bij je moeder moet gaan wonen. Dat is een belangrijke reden. Uh, uh, maar je, je bent wel echt ambivalent. Ja. Nou ja ik heb geprobeerd zoveel mogelijk uh, wel de kans in jou te, te erkennen. Die er ook is. Die gezelligheid wil. Die wil gamen. Dat, dat snap ik heel goed. Uh, maar vooral de kant te versterken die voor de verandering moet gaan zorgen. Ja. En dat is de, de serieuze kant in, in, in de, de man die in Pjotr. Uh, en die heb ik geprobeerd aan het woord te laten. En uh, ik ben niet helemaal tevreden over hoe dat is gelukt... maar dat is wel een beetje gelukt. En uh, ik heb dus echt wel van taal gehoord. Dus ja. de, die jij zei, die pleiten voor verandering. En je gaat met een vrij concreet plannetje de deur uit. Zo in tien minuten. In tien minuten, dat is toen niet verkeerd. <laughs> ja. Ja. Wat ik kan me dus voorstellen... Hè, wat ik vooral ook merkte als coachie nu ja, is dat... Ja, je, je gaat niet op mijn stoel zitten. Nee. Dus, dus vecht van, je, het vecht van mijn denkwerk. Um, en het enige wat jij doet, is dus je kadert als het ware die twee kanten, mm. die verdurend met elkaar in uh, debat zijn. En ja. tegelijkertijd benoem je de urgentie, mm. waardoor, het, waardoor het wel belangrijk is om nu actie te ondernemen. Ja, heens. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat dit een hele fijne methodiek is voor bijvoorbeeld managers, hmm. die hun medewerkers willen activeren. Zeker. En zelf misschien zeggen van... nou daar, daar mag wel wat paper bij, bij wijze van ja, spreken. Ja, ja, absoluut. Maar dat dit een weg houdt van: hé, uh, hey, doe eens anders wat meer dit of doe eens wat minder dat. Hmm. Want ja. Daarvan hoor je heel duidelijk zeggen: daar moet je vandaan blijven. Ja, ja zeker. Ja, dat denk ik wel. Een manager mag dat misschien soms doen omdat het ook een beetje verwacht wordt. Hè? Sommige mensen vinden het ook fijn om richting te krijgen van een manager. Mm -hmm. Zelfsturende teams werken ook niet altijd. Uh, ja, sommige mensen vinden het wel fijn om opdrachten te krijgen. Of uh, wat meer een sturing. Uh, maar zeker in, in, ja, in hulpverleningsland ja, werkt het eerder afrechts. Als we, als we nu dus dit uh, hoogover ja. vanuit meta bekijken. Ja. Wat, wat, je hebt nu net al een paar dingen genoemd. Mm -hmm. Wat is dan voor iemand die niet morgen als coach hmm. uh, uh, fulltime aan het werk gaat, wat zijn wel facetten die wij, wat wij hè, als spreker, leider, hmm. uh, trainer kunnen leren van motiverende gespreksvoering? Um, de goede vragen stellen is de helft. Hè? Dus je kunt in plaats van te vragen: van, goh, uh, wat vind je allemaal leuk aan gamen? Ik had je ook kunnen laten vertellen over gamen. Dan krijg je daar meer van. En ter plekke denk jij van wauw, ik ga, ik ga vanavond even lekker gamen. <lacht> <lacht> uh, dus dus dan, uh, stuur, dan ga je anders weg hier. Dus de goede vragen stellen, verander taal ontlokken, noemen we dat. Uh, dat is een deel. Maar de andere helft is minstens zo belangrijk, en dat is goed luisteren, actief luisteren. En uh, dat heb ik net ook geprobeerd te doen. Nee, ik heb geprobeerd te laten zien dat ik, dat ik je hoor en dat ik naar je luister. En dat ik uh, je keuzes respecteer. Uh, en ik heb ook dingen geprobeerd zelfs een beetje te herkaderen. Dus in mijn actief luisteren geef ik dingen soms net even anders terug. Uh, waardoor ja, soms een ander licht op de zaak uh, komt. En jij misschien op nieuwe ideeën komt. Of net even anders naar dingen kijkt. Waardoor daar een beetje uh, beweging kan ontstaan. Ja. Uh, ik heb niet zoveel bevestigd. Had ik wel meer kunnen doen eigenlijk. Als ik zo wat doe je dan als je bevestigt? Ja, dus eigenlijk complimenten geven. Maar dan niet zo van wat zit je haar leuk. Maar meer zo van... Uh, Oh, wat goed dat je, daar, dat je daarover nadenkt dat je op een andere plek zou kunnen gaan studeren uh, dat je zelfs bereid bent om bij je moeder te gaan zitten terwijl je dat ook een beetje spannend vindt of niet niet zo fijn uh, dat zou de bevestiging kunnen zijn die ja. je had kunnen geven ja. Ja, ja die heb ik wel heb ik wel een paar keer gehoord okay, dus die en uh, nou, uh, die die ik merk ook wel dat is fijn hmm. dat is dat dat is bevestigend ja. hè? je bent op ja. de goede weg uh, ja. gedrag is dan toch besmettelijk ja. dus als het goede wordt beloond uh, dan stuurt wordt wordt dat automatisch uh, uitvergroot ja ik kan me nog wel voorstellen, als ik dus denk aan het woord motiverend... Mm -hmm. dan is daar een misopvatting dat ik de ander zou moeten motiveren... Ja, om, om het goede te doen. Ja. Dus ik zit ook ermee gewoon een beetje te zoeken... naar de verwoording van de methodiek. Hè? Ja, de, ja. En ik, de leek, die dat dan leest. Ja, ja um, dat snap ik wel. Ja, het is natuurlijk vertaald van motivational interviewing. Oké, okay. interviewing in het ja. uh, normaal gesproken. Ja. Dus, dus nou, wat doet er een interviewer? Die stelt ja, dus vragen. vragen ja. En die luistert goed. Ja, nou, ik hoef jou niet te leren interviewen, want daar ben je een kei in, hè? Um, en, en ja, kijk, en in het Nederlands heet het dan gespreksvoering. Het is dus een gesprek. Het is dus niet motiverend uh, zenden of nee. motiverend iemand overtuigen of zo. Maar het is verwarrend, want je hebt ook motivational speaker. Ja, dan denken we aan de Anthony <laughs> Robbins. Ja, die Nederland. gaat helemaal, helemaal ja, los. Ja. ja, precies. Dat is het niet. Nee. Met alle respect, hè. ik bedoel, wat Anthony doet is heel knap. Hele zalen vol krijgen, maar, maar um, uh, dit is echt iets anders. Dit is echt ja. een gesprek waarin de ander zich gehoord en erkend voelt, waarin de ander zich veilig voelt en waarin de ander tot zijn eigen verbazing soms ontdekt van, oeh, ik vind dit toch iets belangrijker dan ik dacht om gezond te leven of ja. uh, mijn studie af te maken. En ik begin ook manieren te zien hoe ik dat voor elkaar kan krijgen. Ja. En die combi, iets meer gaan willen en iets meer gaan kunnen, mm -hmm. of geloven in eigen kunnen. Ja, dat is precies wat nodig is om iemand over de, de, de flip te laten maken van hé, hey, ik, ga, ik, ga, ik ga toch andere stappen zetten of ik ja. ga eens iets uitproberen. Zoals die, dat die zelfspraak, dus uiteindelijk toch uiteindelijk ja. Ja, samen oplost ja. in, in een nieuw plan. Ja. En wat ik ook wel interessant van om te lezen, is dat uh, als ik denk aan, aan motiveren, denk ik aan intrinsieke motivatie, een uh, externe motivatie, hmm. excentrieke motivatie. Jij plaatst daar een derde ja, bij. Klopt. Heb ik niet verzonnen, hè? Nee. Maar inderdaad, autonome motivatie. Ja, dat is wel een helder onderscheid. Want intrinsieke motivatie betekent eigenlijk... dat je het gedrag in kwestie echt leuk, prettig of interessant vindt. Ja, dus dat dus zou betekenen dat ik die scriptie heel erg fantastisch zou vinden. Ja, precies, dat je het onderwerp heel interessant vindt... of dat je geniet van schrijven of... Uh, ja, nou, dat is dus uitzoeken. niet het geval gamen en het zuipen is juist. Ja, precies. Dat is de intrinsieke motivatie. Ja, ja, klopt. Uh, extrinsieke motivatie zou zijn dat je het puur doet omdat het moet... Mm -hmm. Dus dat je denkt, ja, ik vind, het, ik vind er eigenlijk helemaal niks aan. Maar ik doe het omdat anders moet ik mijn studiebeurs terugbetalen. Of anders krijg ik gezeid met mijn moeder. Of uh, ben ik een sukkel in een studentenvereniging, wat dan ook. Dat is echt een moeten. Denk dan nou, meteen ik... aan regeltjes. Ja, Gewoon, als, als je dit doet, ja, dan zwaait er ja, wat. En dat is niet motivatie. Volgens mij noem jij zelf de blauwe envelop die uh, ja. op de deurmat ja, valt. Ja, dan iets. betalen we netjes. Want ja. als we het niet doen, dan uh, ja. is het probleem groter. Ja, en, en daar tussenin zit een heel interessant gebied waar we het nooit over hebben, of zelden. Uh, dat is autonome motivatie. En dat betekent, je doet het omdat je het belangrijk vindt. Hmm. Omdat het in lijn is met wie jij wil zijn. En uh, deze student die twijfelt daar nog een beetje over. Want hij weet niet precies, precies wat voor werk hij wil gaan doen. En wil hij het überhaupt wel? Hè? Dus dan zien we al, dat is best wel een beetje zoeken. Ja, dan dus schrijmt dit uiteindelijk met zijn waarden ja, En uh, met zijn, de, zijn identiteitsvorming, zover ja, dat dat ja. er is. Misschien ja. wil hij die diep in zijn hart uh, wel game designer worden. En ja. studeert hij nu rechten. Ja, dan, dan heb je misschien wel helemaal niet een andere studiekeus. Dan, dan, dan Zou dat ook een resultaat kunnen zijn van motiverende gespreksvoering? Dat je die incongruentie op tafel legt? En ja. dat je zegt van joh, ja. maar volgens mij is het misschien wel heel logisch. Of dat hij die, dat die zelf zegt: misschien ja. is het theologisch dat ik dat stuk niet afmaak. Zeker. Want het interesseert me gewoon niet. Nee. Dat, de eerlijkheid zeggen dat dat zo is. Uh, en dat geldt eigenlijk bij alle veranderingen die, waar gesprekken over kunnen gaan. Ook bij drugsgebruiken of alcoholgebruiken of uh, delicten plegen. Hoewel mensen dat niet snel zullen zeggen. Maar het is. Eigenlijk wil je een gesprek dat zo open en eerlijk is. dat alles bespreekbaar is. Zelfs de optie: ik ga door met het destructieve gedrag. Mm -hmm. En dat gebeurt ook wel eens. Ik heb gesprekken met ex-gedetineerden gevoerd. Die moesten in behandeling. Uh, en ze. Hey, dus psychiatrische behandeling. Uh, um, forensische behandeling. En, en die zeiden. Even, en, en het andere alternatief was terug naar de gevangenis. en de rest van je straf uitzitten. En ik heb hele open, eerlijke gesprekken meegemaakt. waarin de ander zei. en ik kies voor het laatste. Ja. Ik wil niet dat gezeik aan mijn kop. Dan ga ik liever gewoon. Uh, liever terug. brommen dan, ja. dan zo'n traject in. Ja. Ja. Vond ik heel moeilijk om te begrijpen. Maar ja. Ja, dat en dat is dan dus ook de taak van de coach: dat wat iemand dan ook kiest, dat dat oké okay is. Ja, dat in hij geval ervaart dat dat een hele autonome keuze is. Ja. Dat ik die niet voor hem kan maken. Uh, dat mijn meerwaarde kan zijn dat ik echt met je meedenk. Van oké, okay, wat betekent het als je in behandeling gaat? Wat betekent dat nou echt? En wat betekent zitten voor je, uh, en niet alleen voor jou, maar ook voor de mensen die belangrijk voor je zijn. Mm -hmm. dus die gaan we ook in het gesprek betrekken. Je moeder, je, je vrouw, je kind, noem maar op. Ja. Uh, en welke keuze wil jij dan maken? Ja. Mooi hoor. Wel mooi. En zie je al. Hè, we kunnen hier al, de, volgens mij, uren op op, op Daar, yes. Daarom heb jij natuurlijk ook dat prachtige boek geschreven, Waarvan ik zeker mensen kan aanraden. Als je dit interessant vindt, ga dat boek lezen. Het staat zelfs op Storytel, ingesproken door jouzelf. Ja. Uh, heel erg tof. En uh, ja. We, we ja. ja en mensen kunnen een extra winnen. Ja. Hè? En 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 om, om die winactie er meteen uh, in te knallen. Uh, jij, jij, jij bent. Uh, ik heb je bereid gevonden of je kwam er eigenlijk gewoon zelf mee. Laten we eerlijk zijn. Ze uh, ja. van zullen we een boek cadeau geven. Ja. Wil je, hoe wil je dat, uh, dat ze daar kans op kunnen maken? Um, ja, daar heb ik dan nog niet over nagedacht. Maar ik ik kan me voorstellen dat mensen uh, iets. Uh, Laten ze zeggen dat ze iets op LinkedIn zetten. En jou en mij taggen. En dat ze vertellen wat ze geraakt heeft in dit interview. Hmm. Zoiets. Mooi. Ja, en dan kunnen we samen kijken. En dan ja. gaan we wel een keertje bellen van wie vonden we het mooist. Ja, dat is goed. Uh, zoiets. Spreken we dat af. En okay. ik raad het nog een keer in het uh, bumpertje okay. aan het eind. Of in de outro moet ik zeggen. Even weer terug naar jou als reclassering, uh, coach trainer. Je zat daar. Je had deze methodiek te pakken. Dit hielp. Ja. Uh, dit vergroten jouw invloed, het vergroten jouw kwaliteit. Maar dat is het helemaal niet opgehouden. Nee. Sterker nog, uh, je hebt inmiddels al uh, volgens mij tien jaar nu uh, uh, het bewezen effect instituut. Ja. Uh, en er zijn dus ook nog allemaal andere methodieken op jouw pad gekomen waar je, je in hebt vastgegrepen. Ja, Hoe is dat zo gekomen? Ja, ik, weet je, ik ben in alle eerlijkheid wel een beetje nieuwsgierig... Uh... Mannetje, ik, als kind wilde ik ontdekkingsreiziger worden. Oké. Okay. wist ik nog niet dat die allemaal hele foute dingen hebben gedaan uh, met indianen en zo. Maar uh, <laughs> het, uh, ontdekken uh, zit er wel nog steeds in. Ja. Um, ja, het, het ontstond doordat dat een, een, een collega van mij met wie ik samen regelmatig training gaf, gaf ik weer, het was een training van een hele week, best wel intensief, en opeens deed ze iets anders. Ze was extra complimenteus. Ze stelde hele andere vragen. Ik vond de samenwerking verliep extreem soepel. Naar deelnemers deed ze iets anders. En ik had echt zoiets van: wat is er met jou gebeurd? Ben je verliefd? Uh, zit, je, hoe, hoe? zit je extreem goed in je vel? Toen ja. zei ze: nee, nee, nee. Zo heel casual. Ik, ik uh, verdiep me nu in uh, oplossingsgericht coaching. Ik doe een master daarin. En uh, allemaal heel inspirerend. en Ik had er wel eens van gehoord. Maar ik dacht: ja, ik heb al zoveel gedaan. Ik heb dat niet nodig. Maar ik raakte zo geïnteresseerd. En dus ik ging haar bevragen en ze vertelde het een en ander. En toen, was ik, toen ging ik om. En uh, een paar weken later begon ik met een vijfdaagse gespreksvoering bij mijn leraar, dan weer, ja. Arnoud Huibers. En dat maakte diepe indruk. Ja? Wat daarin mogelijk is. Want, ja? toen, hè, om, want je bent inderdaad een, een verzamelbak aan, aan methodieken. Dat bedoel ja. ik positief. Ja. Dus je, we hebben op, op dezelfde plek NLP Practitioner een master gedaan. Je hebt uh, provocatief coach heb je gedaan, mindfulness ja. uh, gedaan. En, ja. en toen kwam je hier en dan en raakte jou iets diep. Ja. Ja. Wat, wat maakte waardoor dit. Ja, jou iets gaf wat je daarvoor ja. nog niet gezien ja. of gevoeld had. Ja. Het, is, het is een van de meest menslievende methodes die ik uh, die ken. Uh, de, er zit zo'n positief mensbeeld in. Uh, ik denk dat de grondleggers, in Kimberg en Steve De Chazer, waren ook hele lieve bescheiden mensen. Mm -hmm. uh, en uh, wat, wat gaaf is aan deze methode, is dat het heel systemisch is. Dus hij werkt heel goed in. Uh, uh, situaties waarbij mensen in een team, een klas, een groep, een gezin uh, beter willen gaan functioneren, oké. Okay. Waar, waar MGV motiverend wat meer een een-op-een een is, hè? een soort strijd tussen mij en mijn, mijn verslaving, ja, en mezelf. spraak zou ik kunnen ja, zeggen, ja, gaat dus over de intrinsieke communicatie eens, ja. Is dit veel meer een worsteling van: oké, okay, ik heb, ik heb vet veel ruzie thuis, we hebben schulden. Het uh, gaat niet over mij, maar dat soort dingen kunnen mensen zeggen. Uh, we leven in armoede, uh, er is verslaving, uh, er wordt wel eens geslagen, er wordt gescholden. Maar mijn god, hoe gaan we hier ooit uitkomen met elkaar? Ja. Heel uitzichtloos eigenlijk. Hè? Ja. En heel veel interacties die niet helpen. Veel ja. negativiteit. Nu een reorganisatie. Dat kan het ook zijn. Ja, een team wat niet lekker loopt. Ja. Een klas waar heel veel. Mensen uh, vertrouwen goedemers. elkaar niet. Ja. Ja, Allemaal precies. problemen waar ja. dus ja. De, 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 ja, die groep ook een onderdeel speelt. Juist. Waarom is dat in, in de deze arctus. methodiek uh, met ja, name? In die context is het ontstaan. Hm. Dus, dus Insu en Steve die werkten in de gezinsbehandeling. En dat waren hele bevlogen mensen. En uh, ze waren ook weer geïnspireerd door Milton Erickson. Beroemde hypnotherapeut die ook aan de wieg van NLP heeft gestaan. Ja. En zij geloofden. Oh, jongens, het moet toch, we moeten toch effectiever kunnen worden met z'n allen. Er bestaan zoveel... Mooie interventies. Uh, laten we elkaar gaan observeren. En kijken wat werkt. En uh, dat centrum waar ze werkte. wilde daar niet aan. Nou ja, toen begonnen ze voor zichzelf. Uh, letterlijk in een huiskamer. Maar wel met een one-way screen. gingen ze elkaar observeren. En in een, uh, nou ja, een, een buurt met heel veel. Het was echt een ghetto. in Milwaukee. Met heel veel problemen. Gezinnen met veel problemen. En uh, daar begonnen ze voor zichzelf. En, en ze besloten om het radicaal anders te doen. Andere vragen stellen. Uh, zoals. Een startvraag waar ze mee begonnen was eigen hey gezin. Ja, we hebben jullie vier weken geleden gezien bij de intake. Vandaag de eerste behandelsessie. Vertel eens gezin, wat gaat er al een beetje beter? En gezinnen konden altijd dingen noemen. Dat is niet een heel gebruikelijke vraag. Nee, om mee te starten. Kon... Nee. Weet je, vier weken wachtlijst en dan de vraag, wat gaat er al beter? Dat is best wel bijzonder. Maar gezinnen konden altijd dingen noemen en stonden dus binnen vijf minuten in hun kracht. Hm. Een tweede vraag die ze gingen stellen was van, joh. Um, waar ze voorheen vaak vroegen van waarom hebben jullie zoveel problemen... vroegen ze nu van, hé, hey, waar willen jullie eigenlijk naartoe met z'n allen? Stel dat onze behandeling succesvol is. En we, we zien elkaar een aantal keer. En, en jullie komen met elkaar in een positieve spiraal. Wat is er dan over een half jaar anders dan nu? Mm. Schetst daar eens een plaatje van met z'n allen. En dan gingen ze met z'n allen hardop fantaseren of dromen. En dan werden ze het heel snel eens. Mm. Terwijl bij die andere vraag, waarom hebben jullie zoveel problemen... gingen ze elkaar beschuldigen. Oh ja. ja, dat komt omdat papa zoveel drinkt en omdat mama zoveel zeurt en omdat de kinderen zo lastig zijn en omdat we schulden hebben. Uh, ja, op dat moment worden de problemen groter. Ja. Ze hadden al problemen dan gaan ze elkaar ook nog beschuldigen. Terwijl bij die nieuwe vraag kwamen ze met elkaar met de neus dezelfde kant op. En, en, en met elkaar in een positieve spiraal en in een soort gezamenlijk beeld van hé, hey, daar willen we best wel naartoe. Dat zou fijn zijn. Ja. Weet je wel, dat, dat, het, dat het weer gezellig is, dat we rondkomen. Dat uh, iedereen op tijd thuis is voor het eten. Dat we het gezellig hebben met elkaar. Daar ben je het heel snel over eens. En dan heb je opeens een stip aan de horizon. En je hebt een fijne start. Waardoor ook een fijne relatie ontstaat. Dus we hebben we al twee van de drie uh, gouden ingrediënten. Ja. Je ja. ja. uh, die, 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 die noemde twee van de drie ingrediënten. Want oplossingsgerichte gespreksvoering uh, heeft het fundament op drie ingrediënten. Ja. En de eerste, correct me if I'm wrong, hè, dan is het uh, de positieve correlatie. Ja. Uh, met de cliënt, uh, coachie, uh, medewerker. Ja, co-creatie-relatie. Co-creatie-relatie. -co ja, ja. Wat, wat, wat versta je daaronder? Nou ja, dus samen creëren. Samen iets nieuws creëren. Ja. En dat kan alleen maar in een sfeer van vertrouwen. Ja. Als je elkaar niet vertrouwt ga je ook niet creëren. Ga je ook geen ideeën opperen. Uh, het is dus samen. Het is heel erg samenwerkend. Ja. Het is veilig. Het is in een positieve setting... waarin uh, iedereen uh, zich veilig en gewaardeerd voelt. Hey, en als ik dan gewoon even terugdenk aan, aan de NLP-tijd... Mm. waar het ook gaat over sponsorhouding, als ja. het gaat over rapport... Ja. als het gaat over het formuleren van een doeltoestand. Ja. Uh, hoe, hoe is dit dan anders? Het is niet heel anders. En dat is ook niet zo raar, want de bronnen zijn hetzelfde. Ja, want Milton Eriksson, Gregory Bedesen ja. zie ik ook voorbij komen. Ja. Dat, zijn, ja. dat zijn... Ja, eens. Wat wel een belangrijk verschil is, denk ik, is dat... Um, um, als je... Een, een oplossingsgericht gesprek zou bekijken... Yeah. dan zie je eigenlijk ook hier weer een, eigenlijk een heel normaal gesprek. Mm -hmm. Waarin uh, eigenlijk vragen worden gesteld en actief wordt geluisterd. Maar waarin geen modellen langskomen. Mm. Uh, waarin niet niks wordt geankerd. Waarin uh, geen bepaalde state wordt opgeroepen. Mm -hmm. Dat gebeurt wel, maar dat is eigenlijk een, een soort casual bijgevoeg. Yeah. En ik vind dat mooi. Het is eigenlijk een hele minimalistische manier van in gesprek zijn. Mm. Uh, en het mooie daarvan is dat het ook in vijf minuten kan, ja, uh, dat het niet zo opvalt dat mensen eigenlijk tot hun eigen verbazing klanten in een positieve stemming wel raken doordat ze zo positief bejegend worden. Uh, en het, de grap is: ik heb het over gehad met Jaap Hollander en die zei: Van weet je van oorsprong was NLP ook zo bedoeld, ja, als een uh, dat noemen ze conversationeel NLP, ja. En ik vermoed dat dat helemaal niet zoveel verschilt van oplossingsgericht coachen. Ah. Maar NLP is uiteindelijk ook een soort verzameling van technieken geworden... Ja. die sommige mensen, uh, die gaan dan een techniekje doen. Uh, of, of allerlei technieken. En, en die gaan het, uh, weet je, al steeds ankeren en noem maar op. En dan raak je wel een beetje weg van, uh, van een oplossingsgericht gesprek. Ja, dus dit is een soort zuivere, uitgekristalliseerde ja. vorm. Ja. Minimalistische vorm noem je zelf. Ja. Jezelf. ja. Waarin, uh, als we terugkomen op die drie pilaren. De eerste pilar was dus co-creëren. Een co-creatie-relatie. Co ja, eerst creëren. Als die er niet is, heb je daar werk te doen. Exact. De tweede is een stip aan de horizon creëren. Okay. En dat kan met de beroemde wondervraag. of met de toekomstprojectievraag. of met de team vraag Oh, dus je noemt even, schiet ja. even de drie in. Ja. Uh, help ja. ons even. Okay. Uh, okay. Uh, wat, wat is, uh, de, de wondervraag de... Is, is een bekende. Die wordt eigenlijk ook wel door meer coaches gesteld. En die klinkt uh, als volgt. Uh, uh, oké, okay, we hebben nu dit coachgesprek met elkaar. En uh, nou, na afloop van dit gesprek ga je naar huis, neem ik aan. Ja, ga naar huis, oké. Okay. En dan ga je eten, ja, ga eten. En dan, uh, nou, dan rond je je avond af, zoals je dat meestal doet. Ja, ja precies. En, uh, je doet je avondritueel, je poet je tanden. En dan ga je slapen, ja, ja, dan ga ik slapen. Dus de ander komt al een beetje in een yes zet hè? Oké, ja, okay. ja want is, al, al deze voorvragen zijn wel ja, nodig... om iemand in zo'n ja, toestand te krijgen... Ja. Het is dus een beetje bijna een geleide fantasie. Dan ja. zie je ook een beetje de hypnotherapeutische ja. bronnen. En die anderen zeggen, ja, 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 dan ga ik naar bed en ja, ja, lees ik nog wat. Ja, ja, Oké, okay. ja, ja. Okay, dan val je in slaap. En terwijl jij in diepe slaap verkeert, gebeurt er een wonder. Maar dat heb je niet in de gaten, want je ligt te slapen. En het wonder houdt in dat het probleem waarmee je hier naartoe bent gekomen, dat is verdwenen of op zijn minst hanteerbaar. En wat zijn nou morgen als je wakker wordt? Je weet niet dat het vond heeft plaatsgevonden, maar je merkt wel, hé, hey, er is iets veranderd. Wat zijn dan de eerste kleine signalen waar jij merkt van, hé, hey, hey, ik voel me anders of ik doe een beetje anders. Of uh, bij die mensen waar ik voorheen het probleem had, daar doe ik een beetje anders. Vertel eens, wat, wat, wat is er dan veranderd? En dat mag heel klein beginnen, maar in dat kleine zit wel de kiem verstopt. En yeah. um, het is, een, het is een, een vraag die niet eens heel moeilijk is om te stellen. Maar omgaan met het antwoord is wel lastig. Want mensen kunnen zeggen... ja, dan heb ik de loterij gewonnen. Ja. ja, dat is het probleem opgelost. Ja, ja, met, met de schulden ja, en zo. Of dan is mijn partner veranderd in een... ineens heel empathisch. Sessie, uh, jonge, knappe ja. lief, uh, <laughs> rijke persoon of zo. Ja, dus ze leggen, dan, ze leggen dan de verandering... helemaal ja. buiten zichzelf ja. Ja. in eerste instantie. Ja. En dan is het de kunst om je niet uit het veld te laten slaan. Ja, want dat doe je dan als coach. Nou, dan kan je zeggen... ja, dat, oh, dat zou gaaf zijn. Ja, dat, dat, nou, ik gun het je van harte. Dat zou mooi zijn. Hé, hey, en, en wat, wat zou je dan kunnen doen... Wat je nu niet doet. En wat iemand dan zegt, daar zit soms wel iets moois in verscholen, wat bruikbaar is. Mm -hmm. Dan zegt iemand, ja, als ik, als ik de loterij win, ja, dan ga ik, dan ga ik, uh, dan ga ik en, dan koop ik een boerderij, en dan, uh, dan ga ik plegen, word ik pleegouder. Oh, wow. wauw, wat, wat spreek je daar dan in aan? Ja, ik heb niet zo'n fijne jeugd gehad, en ik, ik wil andere jonge mensen wil ik wel een fijne jeugd geven. En, en als pleegouder kan ik dat doen, want ik weet dat er heel veel jongeren zijn die geen ouders hebben of geen fijne ouders. Oh wauw! En kijk, dit is een heel groot doel ontstaat er dan. Mm -hmm. Misschien is het haalbaar, misschien niet. Maar hier zit al bepaalde waarden in verstopt en bepaalde dingen die iemand zou kunnen doen. Misschien wordt hij geen pleegouder, maar misschien wordt hij wel uh, een buddy voor een eenzame jongere in de buurt. Ja, dat kan. En, en daar zou hij wel eens heel gelukkig mee kunnen worden en iets moois kunnen bereiken. Maar het kan ook iets heel anders zijn. Uh, misschien zegt iemand wel: van uh, dan, koop ik, uh, voor mijn moeder. dan koop ik voor mijn moeder een uh, heel mooi huis. Ik zeg, Wauw, dat zou gaaf zijn. En, en stel dat je niet 5 miljoen wint, maar je wint 50 euro. <laughs> wat ga je dan doen? En dan zit hij al in een denkverloop van: oh ja, ik, ik wil iets voor mijn moeder doen. Ik zeg: Wa, wat zou je dan voor je moeder doen? Oh wow, ja, dan, dan koop ik echt een hele mooie bos bloemen voor de. Of ik neem die mee uit eten. En dit is die I Wonder-uitkomst. Ja, uh, vraag baak, waarin je dus mensen begeleidt om in ieder geval in dat positieve perspectief te komen. Ja. En, en ja, de titel zegt het al: vanuit oplossingen te denken in plaats van de problemen meer aandacht te geven. Juist, ja. En dat is dus fundamenteel anders dan hoe bij veel coaches gaat. Ja. Dan gaan we eerst het probleem ontleden als je ja. bij de psycholoog komt. Uh, zonder uh, normen aandoening, uh, maar ook uh, de psychologische praktijk lopen over... met mensen die iets kwijt willen. Mm -hmm. dan, uh, nou, dan gaan we meteen het verleden in. Hè. Dan gaan we eens even kijken... Dat gebeurt gelukkig steeds minder. Ik, ik changeer hier. Ja. Hè. Ja, okay, uh, ja. En ook uh, en, uh, gewoon eerlijk gezegd uit eigen ervaring toen ik okay. een keer met een met een redelijk duidelijk doeltoestand kwam. Nou, hmm. dan, dan, dan gingen we wel een soort van opstellingen doen... en kijken waar we waar, waar, hè, hoe, hoe dat ging uit mijn jeugd. Okay. En dat ik dat heel interessant vind. Hmm. Maar ook omgevend, dag van ja, ik merk nu ook wel... dat er een soort van strippenkaart... Hmm. <laughs> en mijn maag wordt uh, gesplitst, want ik kom met één vraag binnen... Oh, oh, en ja. ik ga met drie problemen ja, naar buiten, ja. joh. Wauw, dat is een goed verdienmodel. Ja, oké, oké. Uh, nee, ik wil, ik wil gewoon uh, een oplossing ja. voor dit specifieke probleem. Ja. En in ja. dit geval was dat toen, op dat moment, was dat een relatiecrisis. Ja. waarvan uiteindelijk de oplossing was om uh, liefdevol uit elkaar te gaan. Zo, ja. uh, maar maar dat, dan kan ik me dus heel goed voorstellen dat zo'n methodiek ja. uh, uh, heel erg helpend is om weer perspectief te zien. Exact. Omdat ook het. In dit voorbeeld dan het uitlaten gaan van een relatie, dat voelt dan enorm als falen, als het oh. einde. als toch. Hè? Ik kan me voorstellen dat bij veel mensen die vastzitten in mm -hmm. problemen, of het dan mm -hmm. gaat om op, op het werk of gaat op thuis, ja. dat, um, ja, dat die oplo die, ik voel die oplossing dan niet meer voel nee. als, als nee. cliënt. Nee. Nee. Het voelt uitzichtloos. Ja, 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 ja. Ja, iets wat ook wel bij die methode hoort, is het normaliseren van, van uh, menselijk lijden. Mm -hmm. Dat een relatiecrisis is niks om je voor te schamen, is iets wat bij relaties hoort. Ja. Er, is geen, er bestaan volgens mij geen relaties die geen ups en downs kennen. En, en, en weet je, soms kom je goed uit zo'n down, maar soms besluit je ook om weet je, er niet uit te komen. Dus daarmee hou je al dat falen, probeer je al een beetje weg te halen. Ja. Uh, en, en vervolgens kun je de vraag stellen: van, van, en wat, wat zou je willen met die relatie? Dus, uh, dus klopt, uh, oplossingsgericht gaat niet gaaf in het verleden. Nou, er wordt wel gegraven in het verleden... maar dat brengt ons meteen op het derde uh, ingrediënt. Yeah. Er wordt alleen maar waarderend gegraven in het verleden. Oké, okay, want wat doen we dan? Nou, onderzoeken wat al heeft gewerkt voor je. Wat mm -hmm. eerder is gelukt. Waar, waar lichtpuntjes zitten. En lichtpuntjes zitten vaak in het verleden. Dus, dus als jij een bepaalde doeltoestand uh, omschrijft... dan hebben we dus die stip aan de horizon. En dan kan ik vragen van... hé, hey, maar wanneer lukte dat al een beetje? Mm -hmm. Of uh, wanneer had je iets minder last van dit probleem? Of uh, wanneer heb je ooit eerder een soortgelijke situatie opgelost? Een ander soort crisis misschien. Um, en het mooie is, dan komt de oplossing uit de cliënt zelf. In plaats van dat wij als coach die gaan aanreiken. En als je niet oppast, komt die oplossing uit jouw koker. En werkt die voor jou, maar niet voor de ander. Ja, ja want dat hoorde ik je heel duidelijk in het begin al zeggen. Ja. Dat wat je dus ziet ook met de wildgroei en coaches, is dat er één specifieke methodiek. Heeft geholpen voor die coach. Ja of een SCP, oplossing. Of een oplossing. Ja, ja. En, en dan is dus de misopvatting dat we dan die oplossing gaan projecteren op alle andere mensen. Ja. Want Eureka, ik heb de epiphany hier ja. gehad. Ja. Maar dat hoeft dus niet zo te werken bij andere mensen. Meestal niet. Meestal niet. Ik, ik een persoonlijk voorbeeld. Ik, ik heb ooit een burn-out gehad, ruim twaalf uh, jaar geleden. Uh, Heel veel zelfonderzoek gedaan, geschreven, uh, standwandelingen gemaakt, met eentje, et cetera. Weet je welke oplossingen daaruit kwamen? Nou, twee dingen. Ik moest gaan verhuizen, terug naar mijn geboortestad. En ik moest uh, een eigen bedrijf starten. Dat heeft werkelijk gewerkt. Ik, was, ik deed dat, en dat was natuurlijk niet zo gebeurd, maar binnen een paar maanden was dat gebeurd, of in ja. gang gezet, laat ik het zo zeggen. Samen met mijn vrouw natuurlijk. En in, in no time zat ik weer goed in mijn energie. Het wow. zou natuurlijk raar zijn als ik nu andere mensen ging coachen die een burn-out hebben. We moeten oh, allemaal naar een geboortestad. Ja. <laughs> en voor jezelf beginnen. Ja, <laughs> dat is de oplossing. Ja. En liefst het, uh, uh, ongeveer het, uh, allebei tegelijk ja. binnen drie maanden. Ja. <laughs> Totale waanzin. Ja, dat zou heel raar zijn. Ja. Ja. En dat zien we dus metaforisch gezien wel gebeuren ik om denk ons wel. heen. En zeker ervaringsdeskundigen die zeggen: ja, maar ik ben uit mijn depressie gekomen of uit mijn burn-out door X, Y of Z. En dat moet je ook proberen. Ja. En, en, en je maakt nu eigenlijk zelf een, een bruggetje volgens mij. Want uh, die burn-out kreeg jij op het moment dat je nog werkte als, uh, in de reclassering. Ja. ja en, en dat gaf jou dus ook dan het signaal dat er iets moest gaan veranderen. Ja, ja eens. En dat heeft je ook bij de derde methodiek gebracht. Ja, wow, mooi bruggetje. Je hebt onderzoek gedaan. Uh, ja, nee, zeker. Klopt, klopt, klopt. Ja. Kun je ons meenemen? Want we, want we, we volgen nu eigenlijk uh, parallel een beetje jouw jou leerreis nu. Ja, dat is wel waar. Ja, ja leuk. Uh, ja, dat wil ik zeker vertellen. Nou, uh, even kijken. Ik werkte toen een jaar of negen bij de reclusering. Dus ik ben daar nog zes jaar gebleven, hè, daarna. Ja. Dus het was niet zozeer dat ik nou echt per se heel ongelukkig was in dat werk. En om je goed te begrijpen, toen zaten dus die twee methodieken die daar daarin, dat waren je go-to-methodieken uh, om, uh, om hen verder te helpen. Ja. Dus dan bedoel ik nu mee motiverende gespreksvoering, een oplossingsgerichte gespreksvoering. Ja, ja. Ja. Maar kennelijk ontbrak er nog iets. <laughs> in ieder geval voor mezelf. Dus wat gebeurde er? Uh, een paar dingen in korte tijd. Mijn uh, tweede kind werd geboren, zoon. Um, die, was, die lag binnen twee weken in het ziekenhuis. Mm. Met uh, ja, een piderus hypertrofie. Maar dat zegt veel mensen uh, waarschijnlijk niks. Uh, en en uh, drie weken later mijn her een hersenvliesontsteking. Dat was heftig. Ja. Sowieso een tweede kind vond ik heftig. Sowieso kinderen krijgen. Dat heftig. <laughs> <laughs> um, en en uh, dat, dat ja, was best wel impactvol voor ons als gezin. Ja, mijn relatie was op dat moment niet optimaal. Uh, en ik had zelf in, in, in mijn werk een nieuw team... waar ik heel veel verantwoordelijkheid uh, droeg. Ook wel een beetje naar mezelf toegetrokken, moet ik eerlijk zeggen. En het was een jong team met heel veel spanningen. En het was ook nog eens uh, in dat kader van What Works... waar ik al over vertelde. Iets waar de hele organisatie naar keek, naar wat mm. wij deden. Dus ik voelde ook nog eens alle ogen op me gericht. Tot en met het ministerie van Justitie aan toe. Zo. Uh, want er zat heel veel geld in en hoge belangen en noem maar op. En dat was best wel een beetje veel. En, en ik twijfelde of ik wel, überhaupt nog wel gelukkig was in mijn werk en of ik mijn creativiteit kwijt kon. Ja, en, en misschien ook nog een stukje. Mijn moeder dacht aan een midlife-crisis. Nou, alles het ook opgeteld, best veel. Dat ja. op een bordje lag. En ik werd gewoon heel moe. En uh, na elke maaltijd viel ik in slaap, omdat uh, kennelijk. Uh, dat de bloed naar mijn spijsvertering ging, was al te veel, zeg maar. Uh, en, en somber en noem maar op. En, en uh, nou, op een gegeven moment, uh, toch wel ontdekt van: oké, okay, ik moet echt even aan de rem. Dus uh, drie, uh, vier weken thuis en, en drie maanden, een half dagen gewerkt. Uh, en in die periode voor uh, zelfonderzoek gedaan. Uh, weet je wat ik al zei? Dagboeken voor, uh, gelezen. schreeuwend langs het, uh, door de storm langs het strand, waar toch niemand me hoorde. Heerlijk. Uh, en veel gelezen. En, en toen ontdekte ik een boek over act. Het heette Uit je hoofd in het leven. Hmm. En uh, daar zat de beroemde begrafenisoefening in, die natuurlijk van Stephen Covey ook afkomstig is. Ja. Die heb ik gedaan. Um, en um, ja, toen viel er een paar kwartjes. Wat ik ontdekte was dat ik tot dan toe best wel hard bezig was om me voortdurend goed te voelen. En ik denk dat in deze tijd ook nog steeds heel veel mensen daarmee bezig zijn. Zeker met, nou ja, als je kijkt naar de boodschap die op Instagram steeds langskomt en op Facebook. Be happy, be happy, be happy. Or be a loser. Ja. Snap ja. je? En, en um, nou, dat, dat deed ik ook. Dus ik, ik was uh, heel hard bezig me goed te voelen. En, en dacht dat ik iets fout deed als ik hmm. me niet even goed voelde. Uh, en toen zat ik in een burn-out. Dus ik voelde me vooral niet goed. Dus ik, uh, ik twijfelde natuurlijk ook maar wel. Het was echt een visieuze spiraal, dit. Ja, ja zeker, zeker. En ik ontdekte dus van... oké, okay, dit, dit kan zo niet verder gaan. En, en iets wat me trouwens ook enorm hielp... was het volgen van een mindfulness training. En het gekke was, ik deed al twintig uh, jaar aan, uh, aan zenmeditatie. Maar er gebeurde toch iets anders. En wat ik ontdekte was dat ik... Uh, ja, mocht, mocht stoppen met vechten tegen slechte gevoelens. Mm. Negatieve gevoelens. Tegen boosheid, verdriet... Uh, uh, zorgen, angst, stress. Waar tot, tot dat moment zat daar ergens ja. een, een ja. rem op, een klem ja. op. Het mocht er niet uit. De Sergio ja. moest zich goed voelen, ja. dat was ja. de, het vacuüm ja. voor, voor, voor veel mensen. Ja, Zwart-wit, ja. ja, zeker. zeker. En uh, dat, dat was echt een van de grote eye-openers van mijn leven: van, er is niet zoveel aan de hand als je je slecht voelt. Het is eigenlijk normaal. Het is, mm. is oké. Okay. Het, het mag erbij. Het, mag. het hoort erbij. Ja. Het hoort bij het leven. Uh, een hele mooie uitspraak vind ik van je: je mag alle smaken van het leven proeven. De zoete, maar ook de bittere, de zure, de wrange, ja. de pittige. En uh, dat het eigenlijk heel verrijkend is. En, en het mooie is, dat is te leren voor een mens. En, en dat is, denk ik, een van de mooie dingen die gebeurt als mensen die acht weken mindfulness van de training volgen, dat ze dat leren. In ieder geval, dat heb ik eruit gehaald. Uh, want, want wanneer lopen mensen weg voor het huidige moment als ze zich niet goed voelen? Ja. Dus als jij niet van jezelf gestrest mag zijn, of verdrietig, of boos, wat doe je dan? Een vlucht je in je hoofd. Ja. Dus dan ga je heel hard piekeren, bijvoorbeeld. Want als je in je hoofd zit, dan voel je niet meer zoveel. Of je gaat verkrampen. Of je gaat uh, heel erg op jezelf inpraten van... Uh, nee, positief denken, positief denken. Ik ben niet boos, ik ben niet boos. Nee, je bent wel boos. <laughs> of uh, 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 voor peak state Peak state. Ja, het, precies. Het, ja. Het, 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 is, het, het slaat dus de plank mis, meneer. Dat het is heel fijn om, om positief te denken en mm -hmm. optimistisch te zijn. Daar waar oplossingsgericht uh, denken mij daarbij helpt. Waarbij motiverende gespreksvoering me daarmee helpt. Tot zekere hoogte, toch? Want ik kan me denken... een van de redenen dat ik wegga van... Uh, dat ik allemaal patronen heb die misschien niet helpend zijn, mm -hmm. waarvan ik ook weet dat het niet helpend is, omdat dat de, mee, de meest snelle weg is weg van de pijn. Ja, ja. ja zeker. Eens. Ja, dus daar zit wel een link inderdaad. En uh, ja, het klopt. Ja, juist uh, als we terug gaan naar verslaving bijvoorbeeld, de meeste mensen geven toe aan een verslaving, of dat nou een officiële verslaving is of een ja. soort gedragsverslaving. Hè. Dus, uh, uh, online gokken is een gedragsverslaving, maar het maakt wel degelijk stofjes uh, los. Uh, porno kijken ook, uh, de, de hele avond Netflix ook. Um, daardoor voel je niet meer wat je voelde, vlak daarvoor. Ja. En je zou kunnen zeggen, dat is heel effectief, Ja, op de korte termijn. Ja. Hè, dus het werkt of eten of shoppen. Het werkt dus om je gevoel weg te toveren. Precies, om dat klote gevoel niet aan te gaan. Ja, ja, maar op de lange termijn heb je natuurlijk een probleem bij. Precies. Je komt in de schulden, je bent niet de persoon die je wil zijn, et cetera. En daar komt ACT dan inderdaad om de hoek, want ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy. Okay. Nou, die acceptatiekant heb ik net al een beetje verwoord eigenlijk. Hè? Dus die, dat gaat echt over leren um, aanvaarden dat negatieve gevoelens bij het leven horen. En ja. Dat die niet zo eng zijn, dat die oké okay zijn. Ja. Dat we die altijd hebben, die, hebben, die, die, die horen bij mens zijn. En jouw welverwoording, alles maken, proeven, exact. Die het leven te bieden heeft. Ja, ja. En, en dat is gelukkig een vaardigheid die we kunnen, kunnen leren en iets wat we kunnen oefenen. Ja, en, uh... en, en dat vind ik interessant. Hè? Want het wordt ook nog wel eens uh, acceptance, commitment, uh, training uh, genoemd. Ja, en, en, en het, 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 de suggestie dat het een vaardigheid is, wat we een spier die we kunnen trainen. Ja. Hoe, hoe, hoe werkt dat? Is dat dan weer zo domweg of domweg, bedoel ik positief? De het mindfulness of het mediteren is ook een. Iets wat we moeten oefenen, wat door oefening ja. uh, beter gaat. Ja, zeker, zeker. Ja. En Act kent dan zes processen waarvan Mindfulness er eentje is. Okay. Dus er zijn er nog vijf. Oké. Okay. Um, dus ik, ik, ik leg ze met plezier zo door als je dat leuk vindt. Maar laten we even uh, eerst de acceptance en de commitment kant. Hè. Dus ja. de ene kant hebben we net gehad, dus die acceptance kant. De commitment kant uh, maakt, die, die geeft het pit, die maakt dat er ook richting in komt. Want. Uh, kijk, alleen maar op een kussen gaan zitten mediteren, dat, is wel, ja, dat, dat heeft wel waarde, maar dat zeg je niks over van wat ga je nou doen met de rest van je leven. Mm -hmm. De meeste mensen willen niet alleen maar op een kussen zitten mediteren, die willen nee. ook iets doen met hun leven. En Act vraagt van je van oké, okay, um, wat wil je eigenlijk doen met de rest van je tijd op deze planeet? <laughs> wat voor persoon wil je zijn? En dan ligt het er een beetje aan in welk levensgebied de problemen zich voordoen. Hè? Dus als iemand op werk niet lekker gaat, dan kan je zeggen oké. Okay, uh, wat zou jij op werkgebied willen doen zodat je, nou ja, met je pensioen of misschien zelfs aan het eind van je leven, tevreden of zelfs dankbaar en, en weet je wel, met, met een gevoel van betekenis kunt terugkijken op je leven? Wat heb je dan gedaan? Heb je, ben je een eigen onderneming gestart? Of ben je uh, misschien wel gestopt met je werk bij een bank en ben je uh, een jeugdzorgwerker, straathoekwerker geworden? Of zo? Er zijn mensen die dat doen. Ja. Yeah. En ik wil niet zeggen dat je bij een bank geen betekenis kan ervaren. Dat kan ook. Hè? Misschien wil jij wel uh, die, die abstracte financiële wereld toegankelijker maken voor mensen. Zodat mensen snappen wat er met hun geld gebeurt. Prachtig. Niks mis mee hè. Dus, dus het kan op elk levensgebied en op elk domein. Ja. En, ik hoor je, en ik hoor je wel heel duidelijk zeggen dat je nadenkt over de bijdrage die je uiteindelijk wilt leveren. Ja, als het gaat over betekenis ervaren. Ja. Dan ontkom je denk ik niet over een bijdrage leveren. Ja. Ja. En, en de dat, wereld een stukje mooier maken. En al rennend over het strand. Uh, accepteerde jij in eerste instantie dat het, uh, het oké okay was om, om, om je kloten te voelen. Ja. Maar tegelijkertijd ging jij dus met, met verschillende oefeningen ook nadenken over. hé, hey, wat, wat heb ik eigenlijk bij te dragen? Ja, eens. En omdat ik die andere twee methodes al kende. en uh, Mindfulness me ook had gegrepen. Dacht ik van, hé, hey, wauw, ik, ik ben al trainer. Hè, want dat had ik geleerd. bene bij een nogal uitdagende doelgroep. Ja. Yeah. boeven en beven Dus ik wist dat ik kon trainen. En, en ook dat ik met weerstand kon dealen en noem maar op. Dus ik dacht, hé, hey, hoe gaaf zou het zijn, joh. Als ik deze waanzinnig interessante kennis, als ik die in de wereld ga zetten. En, en training mag gaan geven in dingen waar ik 100% in geloof. Hoe mooi zou dat zijn, weet je? Want dan word ik, daar word ik blij van. Dat weet ik, dat voel ik. Maar ik. ik uh, ja, ik maak ook de wereld een beetje mooier. Want yeah. Mensen worden beter in coachen. ze worden betere luisteraars, ze worden optimistischer. Ze gaan mensen meer activeren, zelf laten nadenken, serieus nemen. Wauw, zijn mooie dingen. Yeah. Dus dan heb je echt wel, ik had echt wel een soort van Ikigai-gevoel. Dat ken je wel ah, toch? Yeah. Ja, ja, en dat heb ik nog steeds. Ja. En dat zegt hij al lachend tegenover ja, mij. Ja, ja. Dus ja, wat en en en, maar dat maar, maar, maar zover was, het nog niet? Dit was een inzicht. Wat je ja, kreeg, ja, is, uh, ja. Ik, een epifanie. Ja, uh, hoe is dat toen verder gegaan? Ik Gewoon begonnen, joh. Joh, ja, ik, uh, ja, Rotterdam, hè? Ja. <laughs> ik ben dus terug van Utrecht naar Rotterdam. Uh, ik ondertussen, ik was al een beetje uit die burn-out wel aan het omhoog gaan krabbelen. En ik volgde ook de opleiding. Dat deed ik er ook nog even bij. Tot mindfulness trainer. Mm -hmm. En daar was ik nog mee bezig. Ik was nog helemaal niet klaar. Maar ik dacht, ja, hé, hey, wacht eens even. Ik kan wachten tot ik klaar ben, maar ik kan ook in het lokale buurthuis in Zevenkamp uh, gewoon beginnen met een, een oefengroepje mindfulness. Ik dacht, wat de heck. Ik ga het gewoon doen, weet je wel. Ik vroeg letterlijk 5 euro per avond. Oké. Okay. Dus uh, normaal kost een mindfunctraining uh, die weken kost Klauwen voor mijn geld. geld hè? Maar ik dacht, ja, ik, ik ben nog lerende en het is een beetje een arme wijk. En ik woonde daar vlakbij in, in de buurt. Uh, en, en ik dacht, ik ga het gewoon doen. Joh. En daar kwamen vooral oude dames op af. Grap, Echt, er zat een dame bij van, van begin tachtig. En was heel sceptisch. Maar ze was wel gekomen. Ja, dat, dat, ja. daar ben ik al nieuwsgierig ja, naar. Wat ja. maakt dat jij op mindfulness? Ja. Op ja. Op, op, wat en dat varieerde van, weet je, vrouw, volgens mij alleen maar vrouwen zelfs, tussen de 30 en de 80. En het gold zo 40, 50. En het leuke was dat ze. Er ontstond spontaan een wandelclub. Want dat is dan vlakbij een, de Zeven Daar gingen ze omheen wandelen. Mindful deden ze dat. Ja, <laughs> ah, super gaaf. En ik voelde wel van, weet je, ik verdien hier geen reet mee. Maar ik vind het zo tof om te doen. Ja. En vooral die dame van tachtig zal ik niet snel vergeten. Want die was heel streng voor zichzelf. En, en echt wel een beetje streng opgevoed en gelovig. En, en oh, die zag ik ontspannen en milder worden naar zichzelf. En, en af en toe zo heel liefdevol met de ogen dicht zitten. En ik dacht, maar oh, hier doe ik het voor. Weet je wel? Dus ja. toen voer ik eigenlijk heel snel die betekenis. Ja, dat smaakte er meer. Zo'n dus dagje: Ik moet dit gewoon, ik moet het uit gaan bouwen. Ik moet gewoon voor mezelf gaan beginnen. Ja. En, en die, deze methodieken overdragen. En ja. derden die ook weer deze methodieken uh, ja. willen, willen in, internaliseren ja. en uitdragen. Ja. En wat was het ding? Dat is wel leuk om even ja. te noemen. Ik had zeg maar in mijn pakket in de aanbieding: Motiverende Respectsvoering en Mindfulness. Ja, dat zijn twee dingen die ja, het zijn best heel verschillende dingen. Je kunt ja. wel overlap vinden, maar ze zijn best heel verschillend. Maar ik dacht: ja, Dit wil ik allebei aanbieden. En ik ga maar één website bouwen. Hoe moet ik die in vredesnaam noemen? Oh, maar eens even. Bewezen effect. Toen kwam het bewezen effect. Ja, want we zijn allebei bewezen effectief. Ja. Twee methodes. Nou ja, dat is zo gebleven. En uh, zo eten we nog steeds. Wauw. Ja. Hey, en bij ACT, Acceptance Commitment ja. Therapy, daarvan zeg je dan is mindfulness een van de vijf pilaren die ja. uh, ingezet worden. Ja, zes processen of vaardigheden of zes, eigenlijk. Zes processen ja. in totaal. Ja. Okay, dus er zijn er nog vijf meer. In vogelvlucht even snel ja? doorlopen. Oké. Okay. Um, ja, dus, dus die mindfulness wordt ook wel contact met het hier en nu genoemd. Dus dat je uh, in je leven wakker aanwezig bent voor jezelf en de mensen om je heen. Oké. Okay. In plaats van afwezig in gepieker. Dat is het tegenovergestelde, is het tegenovergestelde. Ja. en al die, dat is wel grappig, al die zes hebben ook een tegenovergestelde. Wat een goed recept is voor een klote leven Ja, Dat kan ik op neer eigenlijk. Ja ja. ja, ja. de hele dag piekeren. Nou, dit is niet een recept voor een, een, een rijk, gezond, nee. betekenisvol, uh, tof leven, zeg maar. Uh, tweede is uh, een beetje onderzoek doen naar je waarden. Wat ook in, in, weet je, in, de, natuurlijk in de Seven Habits zit. Yeah. Denk met het einde voor ogen. Wie wil ik zijn? Wat voor persoon wil ik zijn? Wat voor vader, wat voor moeder, wat voor partner, wat voor vriend? Uh, wat wil ik achterlaten? Uh, hoe wil ik met mijn gezondheid omgaan? Uh, snap je al dat soort vragen? Um, en daar, daar, daar kan een mens gewoon onderzoek naar doen voor zichzelf. Een hele simpele manier is dat je je afvraagt of dat je iemand vraagt van uh, welke film heeft jou geraakt? Mooie vraag. Ja, bij mij was dat bijvoorbeeld de Patch Adams, de eerste klinieklown. En waar, waarom raakte dat? Ja, dat gaat over contact in een medische setting waar uh, werkelijk contact is, waar humor is, speelsheid, waar mensen serieus worden genomen. Uh, vanuit zegt heel, heel spel. veel over je waarden. Dus. Dat denk ik wel. Ja, ja, ja en die waarden die koester ik nog steeds. Ja. Welke film heeft jou geraakt? <laughs> The Shawshank Redemption. Oh. Ja, die, die, die uh, heb ik niet gezien volgens mij, maar het is wel met uh, een paar topacteurs. Ja, met Morgan Freeman onder oh, andere. Ja. En hij ja. heeft een prachtige eindmonoloog uh, over Hoop. Dus het gaat over, over, over Hoop, een man die, uh, die onterecht beoordeeld wordt voor de twee keer levenslang, omdat hij zijn vrouw met een minnaar uh, om het leven heeft gebracht. Zo. Maar hij heeft dat niet gedaan. Ja. Dus het gaat over het leven van hem, uh, uh, Andy Dufresne volgens mij. Die, die uiteindelijk ook uh, ontsnapt uit de gevangenis. Zo. Het is een uh, indrukwekkende film. Zou volgens mij zelfs op één uh, op IMDb, dus volgens mij zelfs de best beoordelde film ooit. Wauw, dan moet ik mocht, toch. Mocht eens... je, ja, je hebt het ja. nog niet gezien. Is dus ver, verplicht huiswerk, ja. uh, Sergio. Ja, en als je aan. aan de luisteraar het aan. mocht je nog niet kennen, is zeer ja. de moeite waard. Prachtig. Ja, gaaf. Film. Hey, en je noemt al hoop. hè? Hoop zou een waarde kunnen zijn, of hoop of optimisme of niet opgeven. Ja. Wat, welke waarden zitten daar nog meer in verstopt voor jou? Hoop, ook wel uh, eerlijkheid. Okay. Eerlijkheid duurt het lang, Uiteindelijk ja. dat hij... Uh, uh, proactiviteit... Dus ik zou zelf nooit proactiviteit noemen. Ja. Maar de waarde daarin is... Uh, nou, wel handelen. Ja. Hij, hij had ook daar uh, onterecht weg kunnen kwijnen in die gevangenis. Maar ja. Ja. hij koos ervoor om te zoeken naar, uh, naar, naar een uitweg. Ja, en um, ook wel eigenlijk zo'n cirkel van invloed benutten. Ja, die precies. Die heel klein is, Ja. die heeft hij wel benut. Ja, ja. ja. Uh, en hij onderzocht ook hoe kan ik dat doen. En hij, werd uh, hij was natuurlijk vrij intelligent, want hij ja. was volgens mij een advocaat of zo. Okay. Uh, en hij werd uh, vriendjes een beetje met de, met de directeur van de gevangenis. Uh, slim. Die, yeah, waardoor het vertrouwen steeds, steeds groter werd en hij dus zijn cirkel van invloed op die manier uh, uh, ook groter zag worden. Graaf. Um, ja, en, en, en die film heeft, dat staat dan eigenlijk helemaal los van het verhaal, maar die film heeft prachtige muziek. Ja. Ik ben een enorme muziekliefhebber. Ja. En uh, ik heb de soundtrack van, uh, van onder andere die film... heb ik echt helemaal grijs uh, gedraaid. Gaaf. Ja. Hey, dus de, de waarde en hoop. Uh, cirkel, of ja, je invloed vergroten eigenlijk. Ja. Connecties, gebruik maken van connecties. Uh, dus relaties uh, zit erin. Ja, vertrouwen. Vertrouwen. Eerlijkheid noem je ook. Eerl ja, eerlijkheid. Dus rechtigheid. gerechtigheid. Gerechtigheid, ja. ja. Ja, rechtvaardigheid. Ja, ja, ja prachtig. Ja, dat zijn hele mooie waarden. En ik ben ook benieuwd... In hoeverre herken jij nou dat, dat die ook in je huidige leven voor jou leidend zijn of een plek hebben? Um, nou wat, wat ik wat wel grappig is dat die film vooral voor mij een soort uh, met een paar andere films een soort uh, zaadjes zijn geweest in, in mijn interesse in de psychologie. Okay. Gewoon interesse in waarom doen we wat we doen? En, en uh, waarom is dus de ene persoon. Die uh, in onterecht levenslang wordt veroordeeld, heeft een gelukkig leven uiteindelijk. Ja. Uh, en een ander die de wind in de zeil heeft gehad, die klaagt ja. alleen maar. Ja. Ja. Dus dit was ook mijn gateway om het boek van Victor Frankel te lezen. Uh, Man's Search for Meaning. Ja. Uh, en en dat, dus dat, dat zet dan een soort sneeuwbaleffect in werking. En, waar, en ik relativeerde mezelf heel erg uh, aan mijn eigen leven toen, met wat uitdagingen ook. Uh -huh. En ik dacht van hé, hey, hoor, deze uitdagingen hoeven niet te betekenen uh, dat ik een, een pechleven heb. Nee. En dat werd door sommige mensen gezegd: van ja, Glenn, je hebt gewoon pech. Echt waar. Ja. O, dat is zo deterministisch. Ja. Eigenlijk, ja, en ik dacht van ja, en ergens, godzijdank, mede door de Zon-film over hoop, zo. uh, zegt van ja, ik ga dat gewoon niet geloven, ik ga oh, dat wow. niet aannemen. Wauw. er is gewoon altijd hoop. Uiteraard. Ja. ja. Prachtig. Zodoende. Ja. Wat betekent die, die piepjes? Ja, dat uh, kunnen we negeren. Okay, ja. Oké, ja. oké. Okay, okay. <laughs> Wauw, ja, dus, dus daarmee laat je ook zien dat je een aantal van die waarden uit die film ook in de praktijk hebt gebracht. Ja. En dat noemen we in ACT toegewijde actie. Dus dat is de derde vaardigheid. Okay. Hè? Dus je kunt nadat je je waarden een beetje hebt verhelderd voor jezelf en, en weet van wat doet er nou toe voor mij, kun je dat in de praktijk gaan brengen. En het mooie is, je kunt elke waarde kun je op duizend manieren in de praktijk brengen. En vaak zelfs vandaag nog, maar misschien heel klein. Snap je? Dus, dus je kunt vandaag nog iets doen wat te maken heeft met hoop. Mm -hmm. Of met eerlijkheid. Noem maar wat. Je hebt misschien een vriendschap die niet helemaal lekker loopt of zo. Of je neemt iemand nog iets kwalijk en daar zou je iemand een eerlijke mail over kunnen sturen. Mm -hmm. En je hoeft hem niet eens op te sturen. Snap je? Zelfs al zou jij een hele eerlijke brief sturen aan die vriend. Ik zit het hard op te verzinnen. Yeah. Uh, dan, dan breng jij die waarde eerlijkheid in de praktijk. Al is het maar eerlijkheid naar jezelf. Ja. Yeah. Uh, uh, en dat, dat geeft mensen zoveel invloed eigenlijk. Ja. Yeah. Want je kunt elke waarde, ook al zit je bij wijze van spreken in de gevangenis, of, of ben je ziek, of, of zit je thuis met corona, je kunt op talloze manieren je waarden in de praktijk brengen. Ja, en wat wel heel leuk is aan deze oefening, is dat je dan inderdaad tot andere waarden komt. dan dat ik in mijn geval bijvoorbeeld heb beschreven in mijn mission statement. Ah, Oké. Okay, ja. uh, dus, dus omdat je kiest even een andere invalshoek. Ja. Nou, in dit geval het voorbeeld van een film. Ja. Uh, het is wel heel leuk om het vertelt heel veel over iemand, ja. uh, maar het staat misschien los voor van hetgeen wat hij daarvoor al voor zichzelf had bedacht en beschreven. Ja. Uh, dus leuk om, om zeker dat dat doe je dus ook met uh, Act. Ja. Dan ga je ja. dus op dat soort speelse manier zeker. ook uh, die waarden uh, herontdekken. Ja. ja, kan heel goed. Mooi. Ja. Wat is de vierde? Uh, ja, dat is een beetje een aparte technische term, zelf als context. Um, maar uh, ik vertaal dat graag als um, jezelf ervaren als een ruimte waarin alles mag komen en gaan. Oké: okay. gevoelens, gedachten, neigingen, fysieke uh, sensaties. Is dat die acceptatie? Ja, dat, dat zit een beetje op de, de uh, scheidslijn, zeg maar. Uh, dat verbindt de beide kanten, zou je yeah. kunnen zeggen. Uh, die zes processen zie je wel eens in een uh, hexaf, hexaflex, wordt die genoemd. Ja. Yeah. Dus een zespuntige ster. Een ja. eneagam. Um, ja, daar lijkt hij een beetje op. En deze zit dan precies in de verticale lijn. Dus aan de rechterkant zit de commitmentkant. Die hebben we net gehad. Aan de linkerkant zit de, de, de acceptatiekant. En daar kan ik zo nog wat over vertellen. En dit zit precies in het midden. En, um, Hoe heet dat nou? Ik zeg nu een hoor, maar dat bedoel ik helemaal niet. Ja. Maar die, uh, ja, die vijfpuntige... Dat... Ja... Ja, dat is weer zo'n vijf, zo vijfpuntige ster. Ja. Die ook bij Wicca hoort en ja. bij de vijf elementen. Ja. ja, dit zijn er dan zes. En wat wel leuk is als je hem ziet, dan zie je dat ze zijn... Al die processen zijn met alle anderen verbonden. Ja. Je ziet allemaal lijnen lopen. Want ze versterken elkaar. Dat is het toffe. En je kunt als je iemand coacht, hoef je niet het rijtje af. Nee, je kunt overal beginnen. Hmm. En dat is heel fijn werken. Want je kunt gewoon kijken van hé, waar zit mijn cliënt? Wat, wat ligt nu op de voorgrond? Wat komt er spontaan boven? En daar kun je op ingaan. Maar Je hebt altijd die andere vijf heb je ook in je achterhoofd, hè? zijn soort ja. Het soort heel eclectisch hierin, ja, ja. zes in instrumenten. Ja. en en de cliënt bepaalt dan de volgorde waarin je samen, samen ja, ja het is een samenspel. Ja, Het is weer ja. ook vanuit co-creatie. Ja, eens altijd goede grondhouding ja. om uh... en dat wordt dansen rondom de hexaflex genoemd. Dansen om de hexaflex. Ja, dat is het, dat is het uh, ultieme streven. Als je act toepast als coach... dan wil je een beetje dansen, struinen rondom die hexaflex. Dus even voor het overzicht. Het eerste is die, uh, die mindf mindfulness het gaat over het hier en nu kunnen ja. zijn. Ja. Uh, we hebben het, uh, de waarden. Ja, dus on ontdekken, onderzoeken, wat zijn de waarden. Ja. Je noemde net, dan, dan als je dat weet... ook toegewijd kunnen handelen naar die waarden. Wat betekent dat dan als je dat omzet in actie? ga ik het in de praktijk brengen, ja. En dit, uh, de laatste, de ja, vierde... Zelf, ja, zelf als context. Zelf oftewel, als context. Ja, jezelf ervaren als een uh, ruimte waarin dingen mogen veranderen. Ja. Eigenlijk, uh, je mag van jezelf ook veranderen. En uh, het tegenovergestelde is... Het conceptuele zelf wordt dat genoemd. Oftewel, het bedachte zelf al die verhalen die je jezelf vertelt van zo ben ik nu eenmaal zo yeah. ben ik geworden door dit is mijn geschiedenis en daarom ben ik nu zo en ik zal nooit veranderen mm. en ik, hè, zoals dat verhaal van jou wat jou werd verteld notenbenen jij bent je hebt pech je bent een pechvogel gelukkig ben je dat niet gaan geloven maar stel je was het wel gaan geloven en je was de rest van je leven gaan leiden met van ja ik ben nu helemaal een pechvogel en dan zit je in de kroeg en dan kom je een leuke meid tegen. En dan zegt ze, goh, vertel eens wat over jezelf. En dan zeg jij, ja, ik ben helemaal een pechvogel. Ja, pechvogel. Dat Wordt ook niet, hè? Nee. Dan zeg ik, ik zie je wel. Exact. Ja. Wordt ook nog een self-fulfilling prophecy. Ja. Weet je wel? Dan denkt hij mij ook, nou, ik, ik, ik ga even verder Looser. kijken. Ja, precies. Ja. Dus, dus ja, gelukkig ben je dat niet gaan geloven. En dat is, en ACT leert mensen van, joh, ga nou, ga nou eens na. Ben jij nog dezelfde persoon als tien jaar geleden? Denk je nog hetzelfde? Doe je hetzelfde? Ja. Voel je hetzelfde? Is je lijf hetzelfde? Nee. 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 <laughs> dus laten we reëel zijn. Een mens verandert. En dat is oké. Okay. Ja. En dat is, dat is sowieso een hele fijne ontspanning, denk ik... voor de luisteraar die graag dingen de wereld in helpt. Ja. Dat, dat dat toch vaak heel spannend is, omdat je denkt van, ja, ah, dat is voor eeuwig en misschien verander ik of ontwikkel ik. Is het over een paar jaar anders? Ja, ja dan doe je dan iets anders, ja, dan toch? Ga je dan ja. even verder in het Ge moment? Doe gewoon ja, lekker. Ja, precies. Kunt... Versterkt. Zeker. Het doen. Ja, maar dat is wel mooi dat je dat zegt, want je kunt altijd opnieuw waardenonderzoek doen. Je kunt altijd opnieuw een nieuwe droom dromen. Ja. Maakt niet uit hoe oud je bent. Ja. Maakt niet uit of je vast zit in, in een gewone ziekenhuis, corona. Dat kan altijd. Mooi. Ja, ja, mooi. Ja. Wat is de vijfde? De vijfde is diffusie. En uh, ook weer is een technische term, maar dat betekent eigenlijk een beetje afstand ontwikkelen tot je gedachtenwereld. En uh, het tegenovergestelde is fusie. En, en dat houdt in dat jij je gedachten werken, vo volledig gelooft. Dus als jij denkt: ik ben een sukkel, dat je dan ook denkt: ja, dat denk ik. Dus het zal wel waar zijn. Of ik ben een pechvogel. Of ik, uh, uh, ik zal nooit uit de verf komen. Of ik zal nooit een leuke partner vinden. Of ik zal nooit afvallen. Of ik zal nooit. Een, een onderneming kunnen starten. Uh, ik ben het niet waard. Mm -hmm. ja, we kennen allemaal de niet helpende gedachten. En dat is even interessant, waar de, de, de red en de cognitieve therapie... Uh, dat wordt inmiddels de tweede generatie cognitieve gedragstherapie genoemd. Wat die deden, was die gedachten uitdagen. Zeggen van, ja, maar is dat wel waar? Klopt het wel, Klopt het wel? En, ja. het wel? en, en kun je, is het tegenovergestelde niet ook waar? Is het een reële angst of een irreële. angst? Ja, angst. ja en, en kunnen we daar een meer helpende gedachte voor in de plek... Zetten. Ja. Nou, We weten uit onderzoek dat dat wel werkt, maar we weten ook dat het niet bij iedereen werkt. En we weten ook dat het veel werk is. Want een mens denkt ongeveer 40.000 gedachten per dag, en daarvan is twee derde is niet helpend. Het is <laughs> dus fucking veel werk, man, als je ja, dat zo. al die gedachten hebt. En, en we weten zelfs, en dat, dat, is wel, dat zegt zelfs de grondlegger van de positieve psychologie, Martin Seligman, die zegt: Ik moet, als ik heel eerlijk ben, ik heb de positieve psychologie opger, opgericht. En ik heb nog steeds pessimistische gedachten. <laughs> en, en het mooie van de act is die die, die accepteert dat. Die zegt dat is normaal. Ja. Want ons brein is zo geëvolueerd. Ons brein is een overlevingsapparaat. Ja. We hebben gefocust dus op gevaar. gefocust dus ja. op wat niet deugt. Exact. Want ja, als jij vroeger in de prehistorie... als een uberpositieve positieve bomenknuffelaar... Uh, bomen ging staan knuffelen en vlinders ging staan bewonderen. Hap slik weg. Exact, ja. <laughs> dat zit nog steeds in ons. Nou ja, je kent het natuurlijk. Dus dat zit nog in ons. En ons brein doet dat nog steeds. Ja. En nu is het van, hou je die deadline wel? Ben je wel knap genoeg? Ben je wel fit genoeg? Zie je er wel, uh, ben je wel slim genoeg? Ja, dat is normaal. Dat doet ons brein. hoef je verder niet al te veel naar te luisteren. Ja. Uh, en dat leer je met diffusie. En dat is ook weer heel speels. Het zijn allerlei grappige, uh, effectieve diffusieoefeningen. Waarmee je dat soort herhaaldelijke gedachten... Een beetje, kunt, een beetje mee kunt gaan spelen. Dus je hoeft niet de inhoud te veranderen. Je hoeft alleen maar je relatie ermee te veranderen. En dat verandert alles. En, en kun, heb je één kort voorbeeldje? Ja, natuurlijk. Van zo'n oefening. Ja, laten we even zo'n gedachte nemen. Iemand, stel iemand gelooft, uh, ik ben het niet waard ik ben het niet waard. ik ben het niet waard. en of dat nou gaat over een liefdevolle relatie, of over leuk werk, of over wat dan ook. Uh, dat doet er even niet toe. maar dat is de gedachte. en die kan zo iemand heel veel stress geven mm -hmm. en echt in de weg staan. nou, wat je zou kunnen, wat je zou kunnen doen is, uh, allereerst is die gedachte laten opschrijven. en uh, uh, je kunt dat doet al iets, hè? want je, dan zie je het staan. Dan kun je, je kunt, wat je bijvoorbeeld iemand kunt laten doen... is dat op een kaartje schrijven met grote letters... ik ben het niet waard, en dat vlak voor zijn ogen houden. Nou, ik zit hier nu, hè, voor de mensen die dit horen... ik zit nu tegenover jou met mijn hand. Daar zit zeg maar, een kaartje voor, vlak voor mijn gezicht, voor mijn ogen. Ik zie nog wel wat, maar ik zie jou niet. En die gedachte is echt in my face. Nou, ik, hier word ik depressief van, zeg maar. Hè? Ja. Maar ik kan ook dit doen. Nu Ik kan het nog steeds lezen, die gedachte is er nog... Maar ik zie jou nu ook. Ik kan wel contact hebben met jou. Ja. Ik kan kiezen. Kijk ik naar die gedachte of kijk ik naar jou? Ik kan hem zelfs op mijn schoot leggen. Nu, nu kan ik gewoon functioneren in de wereld. Maar die gedachte is er nog steeds. Hij ligt hier op mijn schoot. Ik kan hem checken. Is hij er nog? hij is er nog. Stel nou dat ik zeg die gedachte moet weg. Dan ga ik de strijd aan. Nou reken maar, hij komt tien keer zo sterk terug. Ja. Dat is hetzelfde als denk niet aan een roze olifantje. Hè? Um, maar ik kan het dus... Ik ga er niet in het goddelijke lichaam van Van der Pluim. <laughs> Ah. Ja, af. Aha. Oh, ik zie hem uh, meteen voor me. Nee, nee. Ah. Ja, nou, dat, dat hele lange, dunne lichaam. Zo goddelijk is dat niet. Maar, uh. ah. ja, maar, maar, dat, maar dat is een manier. Uh, je kunt, uh, dat, dat zou de luisteraar thuis kunnen doen. Je kunt, zeg maar, uh, even bij jezelf nagaan van: oké, okay, wat denk ik vaak, wat me eigenlijk uh, een beetje stress geeft of niet helpt. Plak daar dan eens het zinnetje voor. Ik heb de gedachte dat. Dus in plaats van ik ben het niet waard, uh, zeg eens in jezelf: ik heb de gedachte, ik ben het niet waard. Dat doet al iets. Ja. genoeg. Nog een stapje verder is dat je er nog een zinnetje voor plakt. Dat je zegt: Hé, hey, ik merk op dat ik de gedachte heb. Ik ben het niet waard. Nog iets meer afstand. Die gedachte is er nog steeds. Ja. Je gaat niet de strijd aan. We je veroordelen je of, het niet. Je veroordelen het niet. Hij mag er zijn. Dus de eerste stap is dat we het van, soort, dat we het van objectief naar subjectief verplaatsen. Ja. En van subjectief naar de. Ja, oh, nu, nu hij plopt gewoon heel even omhoog. Meer ja. is het niet. En, en dan kun je je verstand bedanken. Of je, je, je mind of je geest zeggen: Oh, daar ben je weer. Oh, ja, daar hebben we dat verhaal. Ja. Oh Gaan ja, we zitten. Ja, hallo, ik ben het niet waar, het verhaal. Ja. En de meest extreme, die is wel leuk om te noemen, is dat je het op melodie zet. Dus voor mensen die van muziek houden of van de gekheid. Dus dan ga, dan ga je gewoon zingend. <laughs> moet je misschien niet uh, op je werk doen of zo, naast je collega of wel. Maar dan, dan, en wat heel goed werkt, is de melodie van uh, Happy Birthday to You. Dus dan zing je gewoon... Ik ben het echt niet waard, ik ben het echt niet waard... Ik ben het echt niet waard, ik ben het echt niet waard... En mensen schieten in de lach ja. als ze dat doen met hun eigen gekken. Dus dat relativeert. En, en nou ja, dat maakt al dat die gedachte iets minder impact heeft. Ja. Sowieso, dit gaat gewoon. Dit heb ik nu in mijn hoofd meegedaan. Ja. En uh, nou, die gedachte. Juist. <laughs> ik lach erom. Ja, nu. Ja. Ja. ja, ja. Fijn. Ja, toch? Ja. Heel bevrijdend. Dankjewel je uh, Om die oefening even te demonstreren. Aangenaam. We hebben nog één pilaar ja. van de zes. Ja, ja die, die hebben we wel een beetje aangestipt. Die gaat eigenlijk die gaat over gevoelens. Mm. Hij heet, uh, ik noem hem actieve acceptatie. In het Engels heet die acceptance, maar acceptance klinkt in het Nederlands een beetje leidzaam. Oh, mm -hmm. ik laat het maar over me heen komen. Ik moet ja. het maar accepteren. Maar dat is het niet. Het is heel actief. Het is uh, eigenlijk er naartoe, naar de, de emotie toe. Uh, de fysieke plek in je lichaam. Daar met je aandacht naartoe gaan. Onderzoeken. Maar eigenlijk een, een actieve onderzoekende houding naar die lastige emoties toe. En ondertussen ze dus toelaten. En het gekke is: uh, weet je gevoelens willen maar één ding. En die willen gevoeld worden. En als jij ze toelaat in je lijf, een beetje ontspant... terwijl je zo'n gevoel voelt, en mee ademt misschien, dat is niet hetzelfde als wegademen, maar gewoon mm -hmm. wel wat dieper ademen, maar hier is mijn adem en daar is dat gevoel, en mm -hmm. die zijn allebei. Of als een uh, nieuwsgierige onderzoeker en naar kijken van hé, waar, waar zit die eigenlijk in mijn lijf? Wat voor vorm heeft die? Is het groot, is het klein, is het heet, is het koud, is het hoekig, is het rond, is het vloeibaar, is het vast? echt als een heel objectieve, nieuwsgierige onderzoeker... en naar kijken. Um, en dat, dat doet iets. Uh, het wordt ook wel, wel in het Engels expansie genoemd. En laatst zijn een cliënt van mijn vrouw... die zei, oh, je moet gewoon verruimen. ah oh, mooi woord. Ja, ook, ja, ja en verruimt en is het, het ook. inderdaad. Dus je geeft het ruimte in je lijf. Ja. En dan mag het komen en gaan. Ja. En dat doen emoties ook, die komen en mooi. gaan. Ja. Mooi. nu aan het scheetje denken van, uh, ook van Jan Geurt. Oh, die zegt van ja, het, die verkramping die we normaal gesproken ja, ja. voelen... is alsof je scheet laat in een kleine ruimte. Oh, ja. Terwijl die verruiming ja. een beetje metafoor is alsof je scheetje je laat op een hoge berg. Ja. Nou ja, dan ruik je hem niet. Ja. Terwijl juist de verkramping, het, 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 het ja. tegenproberen te houden... zorgt juist dat je ja. er heel veel last van gaat ja, hebben. Dat is het. Dat is het. Ja. Ja. Leuk dat je Jan Geurts noemt, want ik denk dat er heel veel overlap zit... in zijn Tibetaans boeddhistische kennis, die ik uh, ook heel hoog heb zitten... Uh, en hij vertaalt het heel mooi, vind ik, naar, naar ons Westelingen. En act. Er zit ja. veel overlap tussen. En wat ik hem nog niet hoor vertellen, is dat stukje waardenonderzoek. Hè? Dus wat hij doet, zit denk ik heel erg rondom die actieve acceptatie, diffusie. Uh, dat dat de, jezelf als ruimte ervaren. Ja, um, ja dat, dat komt eigenlijk overeen met zijn visie. Ja, wauw man. Wat, wat, wat een schatkamer aan rijkdom, hè? Ja, hè? Ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat... Dat je in jouw carrière als trainer, als coach, nu als ondernemer. Mm -hmm. Ja, dat, dat in die nieuwsgierigheid en die uh, ontdekkingsreiziger die je in je hebt zitten. Uh, ja, al die schatten uh, vindt en ja. meeneemt. En uiteindelijk deelt met, uh, ja, met iedereen die het wil. Ja, mooi verwoord. En zo voelt het echt. Het voelt ja. echt als schatten die ik koester. En uh, waar ik echt dankbaar voor kan zijn. Je hebt deze drie methodieken samengepakt in wat jij noemt de PECAN-opleiding. Uh, ja, de nieuwe naam is Coach 3.0. Oh, de nieuwe gewoon. naam is ja, gewoon echt ja, Coach ja, Dus van ja, PECAN ja. kan weg. Ja, dat ja, was oorspronkelijk uh, PECAN-positief-effectief Coach Ja, Maar ja, ik heb nu twee boeken liggen die. Coach 3.0. Coach 3.0. Het is ook net wat hipper. Uh, het is ook een. Weet je, mensen zullen eerder googelen op coachen, ja, maar, Misschien zelfs hopelijk op Coach 3.0. Uh, dan op PECAN. Ik heb een keer voor een grap op gegoogeld. Ja, dan zie je heel veel nootjes. <laughs> ja, dat moeten we niet hebben. Nee. Moeten we niet hebben. Dus nee. hoe, hoe, wanneer moet ik bij jou langskomen om die coachingsopleiding te doen? Uh, uiteraard moet je niks, maar je bent van harte welkom. Uh, we starten doorgaans twee keer per jaar. Mm -hmm. In september op zaterdagen. <clears throat> en dan is het één keer per maand. Uh, elf dagen in totaal. En sinds een paar jaar lukt het ook om nog een keer te starten. Uh, maar dan in januari of februari soms. En dan woensdagen. En ik denk dat we dat nog wel een tijdje zo volhouden. Als, nou, als God het wil. Inshallah. En um, ja, iedereen die, die zeg maar, uh, 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 zich wil ontwikkelen als coach en professional. Of je nou docent bent, manager, uh, fysiotherapeut, uh, reintegratieprofessional, loopbankcoach, loopbaancoach, vrijgevestigd coach. Yeah. Die zijn allemaal welkom en die zien we ook allemaal. Yeah. Dan ben je van harte welkom. Uh, wat fijn is, is dat je een beetje met een open mind komt. Dat je echt bereid bent om uh, ja, je eigen werkwijze ook een beetje tegen het licht te houden. En uh, dat je liefst al met een groene mindset komt. En als je die nog niet hebt, dan gaan wij die aanbrengen. Dat doen we in de dag heen al. Dus dat helpt. En uh, nou ja, we proberen het betaalbaar te houden voor, voor iedereen. Uh, natuurlijk uh, is het best een investering. Maar uh, er zijn coachesopleidingen die veel en veel duurder zijn. En die niet altijd evidence-based zijn. Mm -hmm. Dus uh, zo proberen we. Uh, nou ja, Iets te bieden wat er nog niet was. Ja, dus als jij het ook belangrijk vindt om met coachingsmethodieken aan de slag te gaan die wetenschappelijk bewezen zijn inmiddels, en dus aan het einde van die Coaching 3.0 traject, kunnen coaches aan de slag met die drie methodieken die we in dit interview hebben beschreven. Zeker. Top. Ja. Als mensen hier meer over willen weten, via welke weg uh, komen ze daar dan terecht? Ja, heel simpel: uh, www.bewezeneffect.nl, daar kun je alles vinden. Agenda en uh, meer informatie, blogs. Mooi, dus, uh, top. Ja. Sergio, wij gaan uh, langzaam naar de ontspotvragen. Oh, oké. Okay. Nou, ja. Ja. De Laatste vraag. Is er nog iets, voordat we naar die afsluiting gaan, nog iets wat jij wilt delen over, over dit de drie-luik wat we nu uiteen hebben gezet? Uh, ja, leuke vraag. Nou ja, kijk, we hebben het net gehad over die opleiding en, en dat, is, dat is mooi. Er is zelfs een verdiepingsjaar, maar het is ook een grote investering in tijd en, en uh, geld. Um, en daar heeft niet iedereen zin in. heeft niet iedereen tijd voor. Maar je kunt klein beginnen. Je je uh, uh, Mijn boek, boek staat ook in de bieb. En, en uh, er staan allerlei blogs op de website. Dus je kunt gewoon beginnen met lezen. En volgens mij ook allemaal uh, online cursussen uh, op je website staan. Ja. De, ook ook over andere onderwerpen. Ja, maar zeer tot. de moeite om, uh, ja, om van, eens van te, te kijken. Ja, van de lotiveeringskerksvoering. Uh, die, die is er inderdaad. Ja. Die is zelfs op dit moment nog gratis. Uh, in de maand april. Uh, 2020. Ah, hij, hij komt in juni online. Ah, dus, uh... okay. dus helaas is dat dan weer voorbij. Dat is <grijg> een leuke actie van StudyTube. Maar uh, nee, mijn, mijn punt is, je kunt klein beginnen. Weet je wel? En, ja. uh, misschien merk je al verschil in je gesprekken. En, en dat is al pu 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 winst, pure winst. Ja. Ja, en ik denk dat alleen al met de content die, die je dit interview hebt gegeven. <grijg> ik ga nog eens een keer terugluisteren. Want het zit uh, bordenvol met, uh, met uh, indrukwekkende handvatten. Gaf. Ontspotvragen? Okay. Ready? Ja. Oké. Okay. Wat is een boek wat uh, jij het meest cadeau hebt gegeven? Uh, en het mag niet je eigen boek zijn. Of wat je het meest heeft geïnspireerd. Ja. ja, dan is het toch wel De Valstrik van het Geluk. De? De Valstrik van het Geluk. De Valstrik van het Geluk. En dat is uiteraard een boek over act. En dat las ik na dat andere boek wat ik net noemde. En die, deze maakt dan veel meer impact. En in het Engels klinkt die lekkerder. De titel namelijk The Happiness Trap. Ah, dat klinkt het leuk. leuk. Ja, dat gaat, het is van Ross Harris, een Australische arts... Wat hij heel goed doet, het is een hele sympathieke vent die uh, ook heel veel uh, ook, uh, zichzelf heel toegankelijk, uh, zichzelf kwetsbaar opstelt in zijn boek ook, vertelt over zijn eigen angsten, lekker schrijft met humor en act heel toegankelijk maakt. Gaaf. En de the happiness trap of de valstrik van het geluk is echt een zelf heel boek. en dat heeft miljoenen levens veranderd al en en ook echt het mijne. Ik ken hem nog niet, ga hem opzoeken. Dankjewel. Ja. Ja. Wat is een mythe over coachen waar we echt vanaf moeten? <laughs> Nou ja, dat is wel grappig. Elke van deze methoden heeft zijn eigen mythe. Hè? Dus voor motivering of is de mythe. Oh, wil je iemand motiveren? Dan moet je op hem inpraten. En dan moet je hem overtuigen. Nou ja. Ja. Zou ik dan gaan ja. doen? Oké. Okay. Uh, als je iemand uh, verder wil helpen, dan moet je vragen wat hem tegenhoudt. Of wat hij nodig heeft. Of waarom het niet lukt. Uh. Ja. Want iemand gaat antwoord geven op je vraag. En ter plekke praat hij zichzelf in de put. Ja. Nou, dat is het laatste wat je moet willen. Vraag liever wat hem hoop geeft waar hij naartoe wil, wat al lukt... en wat een kleine eerste stap kan zijn. Mooi. Ja, ja en de derde is uh, act. Oh, voel je je niet lekker? Um, nou, ga maar iets leuks doen. Of ga maar positief denken. Ja, ga positief denken. Of zeg voor de spiegel... I love you, tiger. <racht> ja. Want we willen dat doorleven, doorvoelen... accepteren ja. dat het er mag zijn. Ja. En vanuit die acceptatie de energie voelen... om, uh, om een nieuwe handeling... Uh, Berichten. Ik ja. zie knikkende Sergio ja, ja, tegenover ja, ja, mij. Sergio, ja. jij mag een uitgangsbord plaatsen oh. waar miljoenen mensen langs gaan komen. Oh, wow. Wat zet jij op dat uitgangsbord neer? Ja, wat het eerst bij me opkomt heb ik al genoemd, maar dit is wel een lekkere korte. Gevoelens willen maar één ding gevoeld worden. Gaaf, ja, leuk. Ja. Staat erop. Hey, Sergio, stel je voor: um, angst speelt geen rol meer in jouw leven. Hmm. Wat voor keuze zou jij dan maken? Wauw. Ja, dan denk ik toch dat ik een, een, op de een of andere manier echt stappen zou gaan zetten, wat we nu nog helemaal niet doen. Uh, en dat is een, een droom die ik deel met mijn vrouw: um, ergens een boerderij kopen en daar, in mijn geval, een trainingscentrum oprichten. En in mijn geval, het va geval van mijn vrouw, een, een uh, behandelscentrum waarin zij systeemtherapeut. Hmm. En ik weet zeker dat ze dan nog een paar pleegkinderen <laughs> euh, zou willen adopteren, zeg maar. Daar, aan dat idee moet ik nog een beetje wennen. Maar ik weet dat het haar droom is. En dan, dan zouden we dat gewoon gaan doen. Dus luisteraar, als jij een oud boerderijtje weet. Ja, ja precies. Neem <laughs> en, even contact ja, op. Neem even contact op. Tof. Het moet wel een beetje betaalbaar zijn. <laughs> <laughs> Tof, man. Als, wie is jou, voor jou persoonlijk een idool of inspiratiebron? Oh, oh heb je even. Um, Nelson Mandela. Mm -hmm. Tegen Han. Waarom Nelson? Nou ja, ik moest er straks aan hem denken... toen je vertelde over de Shawshank Redemption. Uh, ja, en Die vastzitten gesproken. Ja, precies. En, en er gewoon sterker uitkomen. Mm. En wijzer. Ja, en, en in plaats van wraakzuchtig uh, zeggen van... oké, okay, hoe gaan we dit land opbouwen? Ja, uh, hoe mooi. ja. ja. Een prachtige uitspraak die nu opspringt. Het voelt een beetje als een soort van face op een Wat ik helemaal niet zo bedoel. Uh, maar dat is, is, heeft echt mijn perceptie van wraak totaal veranderd. Er zegt, wraakzucht is eigenlijk hetzelfde als de gifbeker leeg drinken. En de hopen dat je vijanden sterven. Wauw. Zo. So. Van ja, is uh, die? Ja, van hem. Van, van, van hem, Nelson oh, Mandela. Oké, oké. Ja, okay, okay. ja. Ah, nou. Ja. Ja, en dan oh. dacht ik van ja, dat is een wraak. Vreet je op van ja, binnen. Ja. Of je het nu wilt ja, of niet. Ja. Ja. Dus uh, de belichaming van vergeving zal... Uh, zullen we altijd meenemen. Een mooie toevoeging. Uh, wat is een muzieknummer? Een entum die we toe gaan voegen in uh, de over gesproken jukebox. Oh, leuk. En die ga je dan op, opzetten ofzo? of zo? Of? Die ga ik niet opzetten, nee, maar maar die, die iedereen mag een nummertje toevoegen. Ik, ik vraag normaal gesproken een entum voor of na het spreken. Oh, ja. uh, maar, maar misschien heb je zelf wel een nummer waarvan je denkt: ja, dit is toch wel. Ja. Dit is gewoon mijn nummer, weet je ja, wel. Ja, ja, ja. Wat, wat, wat? Een nummer dat ik heel mooi vind. En ook qua tekst is van Emily Sandé. Mm Het -hmm. heet Read All About It. Mm -hmm. En er zitten een paar teksten in. Daar krijg ik echt kippenvel van. Even kijken of ik hem terug kan halen. You've got a heart as loud as lions. Uh, but why let yourself be tamed of zo. Zoiets oh, ja. van waarom laat je je stem niet horen. Je hart is zo groot. Mooi. Als, als van een leeuw. Nog één keer de titel. Read All About It. Van Read Emily Sandé. All About It. Ja. laatste vraag is de college-toevraag. Uh, wat zou jij een beginnend coach als advies willen meegeven? Wat is een mooie eerste stap? <laughs> nou, Ik zal niet zeggen van wij van WC1. <laughs> Adviezen <laughs> van WC1. Um, gaat gewoon doen. In de zin van... van uh, weet je, als je coach wil worden... Er is maar één manier om achter te komen of coachen iets voor jou is. En dat is coachen. Um, natuurlijk moet je wel een beetje weten wat je doet. Maar al, al zeg je maar in je netwerk: van joh, ik, uh, ik, wil, ik wil coach worden. en ik wil ervaren hoe dat is. Nou ja, lees een, 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 een blog over coaching of zo. of lees een boek. Weet je wel, en, 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 en kijk eens van hé, hey, wat, wat zou ik kunnen. En ga een, iemand uit je netwerk gewoon een half uurtje coachen. en vraag feedback. Daarna heb je een waanzinnig leercyclusje gehad. En waarschijnlijk voel je dan wel aan of het iets voor je is en, en wat naar meer smaakt. Ja. Of dat je denkt: oh, het is toch moeilijker dan ik dacht, of het is helemaal niet leuk, of uh, ik vind niks, of het past niet bij me. Ja, Wat? ga ontdekken of het echt met die waarden ja. of wel met die motivatie, wat niet vanuit intern of extern komt, maar autonoom, mm -hmm. dat het daar, uh, daar zit omdat het hoort te zitten. Ja. ja. Mooi. Sergio, ik wil jou heel erg bedanken voor dit uh, uitgebreide gesprek. Ja, ik jou, want uh, ik vind je een geweldig interviewer en een hele goede luisteraar. En, en, en dank voor je interesse.